Peter Eekmans, burgemeester van Glabbeek. We zijn hier ook op het gemeentehuis van Glabbeek. U behaalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al een, laat ons zeggen, een stalinistische score. 12 van de 17 gemeenteraadszetels zijn voor u. U bent ook recent verkozen tot de beste gemeente van Vlaanderen, denk ik. Is die alleen heerschappij, om het zo te noemen, is dat een geheim van uw succes? Of? Ja, je kunt dat alleen heerschappij noemen natuurlijk. Hè. En ik hoor dat dikwijls van collega's. Ja, maar je hebt makkelijk praten, je hebt een volstrekte meerderheid. Ja, alsof die zomaar uit de lucht valt en alsof die zomaar dat het een evidentie is. Ik heb voorgangers gehad hier, de CVP-staat, zoals ik ze hier noemde, 70 jaar. Die 70 jaar Glabbeek bestuurd hebben, waarvan er een generatie is geweest, meerdere generaties zijn geweest die 50 jaar hard gewerkt hebben voor dit dorp. En die uiteindelijk de laatste 20 jaar een generatie gehad hebben die geteerd hebben op wat hun voorgangers gerealiseerd hadden, ja, dan word je buitengedragen. Ik bedoel daarmee, ik heb hier een CD&V met 70 jaar volstrekte meerderheid teruggebracht van een volstrekte meerderheid naar nog vandaag 3 zetels in de gemeenteraad. En hoe komt dat? Omdat ik hen ontmaskerd heb. Ik heb eigenlijk de bevolking laten zien in de eerste 6 jaar dat ik bestuurde, toen had ik nog maar de helft van de zetels, toen heb ik de bevolking laten zien dat wij wel werkten. En de mensen hadden zoiets na 6 jaar dorpspartijbeleid, zeiden die van, oh, dat is wel mogelijk, beleid dat iets doet, dat het dorp doet vooruitgaan, dat het dorp doet herleven, dat het dorp moderniseert. Ja, dat sliep hier, hè. Dat lag hier al jaren stil. De visie van dat vorige gemeentebestuur was zo'n beetje, ja, moet dat, hoeft dat, de mensen vragen dat niet, de mensen zijn content. Ja, oké, maar stilstand wordt op een gegeven moment wel achteruitgang. En daar is een stuk, daar heb ik kunnen inbreken in het beleid en daar heb ik het moeten bewijzen. En het is net door eigenlijk mijn voorgangers te ontmaskeren als een doodluie bende, want meer kan ik daar niet over zeggen. Men deed hier amper iets. Als je weet dat er op 18 jaar voor mij 9 straten vernieuwd zijn, dat wij nu 12 jaar aan het beleid zijn, dat wij er al 44 vernieuwd hebben, ja, dan weet je het. Als je weet dat wij op amper 12 jaar tijd elk gebouw energiezuinig hebben gemaakt, verbouwd, gemoderniseerd, een nieuwe school gebouwd, een nieuw woonzorgcentrum gebouwd, serviceflats gebouwd, een evenementenhal gebouwd, een nieuw KMO-zone gebouwd, een nieuw commercieel centrum gebouwd op 12 jaar, ja, dat wordt beloond door de kiezer. We moeten daar niet belachelijk over doen, maar dat is geen almacht. Iedere dag opnieuw moet je blijven vechten voor die stem van de kiezer. Je moet ervoor zorgen. Enfin, ik run ook op een heel atypische manier dit gemeentehuis. Hè. Ik beschouw dit als een bedrijf. Ik ben in eerste plaats een ondernemer en dan pas een politieker. Ik ben ook nooit een beroepspolitieker willen worden, want dan worden ze zo wereldvreemd als de pest. Kijk vandaag naar Brussel, het merendeel wat daar zit, weet nog niet meer wat leeft in de dorpsstraten. Men doet wel alsof en men probeert marketingtaal te creëren, ook op Facebook, om de bevolking te bereiken. Men irriteert de bevolking met hun oeverloos gezwats en alles wat daarbij hoort in Facebook-campagnes. Wat de dorpsstraat wil, dat is politici die verkozen zijn, die hun vertegenwoordigen en die eigenlijk op een degelijke manier omgaan met het belastingsgeld dat de mensen betalen. Ik heb nog nooit een inwoner in Glabbeek gehad die tegen mij zegt dat ik te veel verdien, dat ik de zakkenvuller ben of dat ze te veel belastingen betalen in Glabbeek. Hoe komt dat? Omdat 1, mensen weten dat ik ervoor werk. 2, dat het geld in Glabbeek goed besteed wordt. De belastingen zijn hier trouwens ook de voorbije 30 jaar niet meer gestegen. We zijn ook een van de goede koperen qua belasting, want ook dat is goed bestuur. Veel gemeenten pakken graag uit, ook met wat er nog in hun kast zit. Ja, het is makkelijk heel veel geld in hun kast te hebben als je niks doet. Hè. Mm-hmm. De kunst is financieel gezond te zijn en toch te investeren. En dat is wat ik bedoel, een gemeente runnen als een bedrijf. En vooral voor mij is ook mijn inwoner een klant. En bij een bedrijf moet je ervoor zorgen dat je tevreden klanten hebt. En dat is bij een gemeente hetzelfde. Moet je tevreden inwoners hebben. En dat is zoals bedrijfsmatig. Hè. Er is geen ene klant die kwaad wordt als er iets verkeerd loopt of iets te laat gebeurt. De klant wordt dan betant wanneer hij niet weet hoe het wordt opgelost en wanneer het wordt opgelost. En dat is bij een inwoner hetzelfde. Een inwoner, als hij een probleem detecteert en meldt aan de gemeente, wil hij een antwoord krijgen. Die inwoner ligt daar niet van wakker, hè, dat die straat pas binnen 2 jaar gemaakt wordt. Maar antwoord die dadelijk. En zeg bijvoorbeeld, intussentijd zullen wij nu tijdelijk deze maatregel doen, maar we kunnen pas definitief een oplossing zoeken binnen 2 jaar. Dat wordt aanvaard. Maar het is net, je maakt de mensen kwaad, en dat is nu maar een heel klein voorbeeld. Mensen willen vooral een antwoord krijgen op vragen. En ik vind ook dat ze daar recht voor hebben, hè, want we zijn een beetje afgedwaald. Hè. De wetstraat,
voelt zich verheven boven de maatschappij. En vandaar komt ook de colère van de bevolking vandaag. Allee, de volksvertegenwoordiging, die bestaat niet meer. Hè. Die zitten daar voor zichzelf in hun partij. Hè. En dat is hetgeen wat mensen zo kwaad maakt. Waarom haal ik een volstrekte meerderheid in Galabik? En daar ga ik mee afronden. Ik haal hier een volstrekte meerderheid omdat ik met een bekwame ploeg op een correcte manier beleid voer waar de mensen tevreden van zijn. Dat is volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordiging is niet om de zoveel tijd met nieuwe ideeën gekomen waar je de bevolking kwaad mee maakt. Hè. En dat is wat vandaag in Brussel gebeurt. Als je kijkt in welke gemeentes inwoners het meest tevreden zijn, is dat wel vaak in gemeenten waar dat er alleen met absolute meerderheden of met... Het is misschien wel makkelijker werken. Ja, maar dat klopt. Maar je krijgt die niet zomaar. En je houdt die ook zomaar niet. Neem dat ik die volstrekte meerderheid in 2018 had binnengehaald en ik had 6 jaar niks gedaan. Of slecht bestuur gedaan. Ja, dan word je buitengedragen, hoor. Allee. Knokke zal het verliezen, bijvoorbeeld. Tuurlijk, ja, inderdaad. Maar, wat heeft dat, ja, maar natuurlijk, Knokke zit... Allee, dat is een heel typisch voorbeeld. Als de macht te centraal zit bij één persoon, dan hebben we alleen eerst gedaan. En Lippes was degene daar waar... Zo werkt mijn systeem niet. Ik heb in de week nog iemand gaan bijhalen in de partij voor te versterken. Dat is een gewezen nationaal voorzitter van de Groene Kring. Dat is iemand die rond landbouw, rond milieu, rond ruimtelijke ordening zeer heel wat expertise heeft. Ja, dus hij zit vandaag in ons bestuur. Ik ben eigenlijk net mijn dorpspartij aan het voorbereiden. Ik draai al 30 jaar mee in de gemeenteraad. Ik wil dat nog wel 1 keer of 1,5 keer doen en dan is het goed geweest. Maar je moet ook zorgen voor je opvolging. Ja, het is hier niet de partijrekenmans. Voilà, nee, we werken hier met een ploeg en dat is belangrijk. En je moet de nodige expertise's aan boord halen. Vandaag, binnen mijn dorpspartij, hebben wij op gebied van milieu, ruimtelijke ordening, op gebied van openbare werken, op gebied van sport, op gebied, hebben we echt mensen in dat team zitten dat zich ofwel gevormd hebben, ofwel die we zijn gaan zoeken voor dan net af te dekken. Ja, je moet natuurlijk mensen hebben met kennis van zaken. En ik heb ook nooit federaal begrepen dat figuren zoals bijvoorbeeld een mevrouw Verlinde, dat die minister van Binnenlandse Zaken wordt, en allee, ja, die daar totaal geen affiniteit mee heeft. Er lopen er nog zo rond dat je van zegt van, allee, je moet bijna... Om minister te mogen worden van een bepaald departement mogen er niks van kennen, lijkt mij soms. Ja, maar dan ben je totaal verkeerd bezig. En dat wreekt zich. Ja, ja, je haalt al een paar keer de wedstrijd aan. Jij hoeft met de dorpspartij ook geen rekening te houden met die nationale partijbelangen, wat andere burgemeesters misschien wel moeten doen. Ja, gelukkig. Allee, ik ben vandaag een zeer blij man dat ik ten eerste al niet tot een nationale beleidspartij behoor. Dat ik hun onkunde niet moet gaan... Allee, ik ben vandaag geen burgemeester van N-VA, CD&V of VLD willen zijn, hè, om het uit te leggen aan mijn bevolking. Enfin, het feit dat bijna 80% van die partijen lokaal hun naam aan het veranderen is, zegt genoeg. Vormt zich daar een nieuwe breuklijn tussen lokaal en nationaal? Ja, ik denk dat Nederland ons vooraf is gegaan. Veel mensen staan daar niet bij stil. Sommige partijen denken dat de fusies van gemeenten de particratie gaat redden. Ik geloof dat niet. Wat ik geloof wat er gaat gebeuren... ik ga even mijn voorbeeld Nederland aanhalen. Wat heel wat mensen niet weten is... In 2018... In Nederland van de, ik moet exact het cijfer, weet ik niet, van buiten, maar ik dacht dat ze daar een 280 gemeenten hadden. Het kwam er eigenlijk op neer dat men ongeveer bijna in de helft van de gemeenten in Nederland in 2018 een lokale partij de grootste partij was. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing in Nederland, 2022, 2023... Waren de lokale partijen al in 2/3 van de gemeente de grootste partijen. Dus de nationale partijen hebben in Nederland nog 1/3 qua grootste partijen. En natuurlijk, ik zeg niet dat overal die lokale partijen het beleid uitvoeren. Maar ik wil maar zeggen, dat is iets als je ziet hoe dat gegroeid is. Enfin, ik ben met mijn dorpspartij begonnen 12 jaar geleden. In Nederland is toen een boek uitgekomen, De opkomst van de Geuzen. En toen waren er ongeveer in 1 van de 8 gemeenten lokaal partijen actief. Vandaag zijn ze in 2/3, 12 jaar later zijn ze in 2/3 van de gemeenten de grootste. Dat gaan we hier ook krijgen. Want je ziet nu vooral bij CD&V en ook bij VLD, vooruit is nog een ander verhaal, vooruit is nog moeilijker, denk ik, om lijsten vol te krijgen. N-VA profiteert nog een stukje van zijn nationaal imago, maar als N-VA nog eens een verkiezing verliest, vrees ik dat ze de VLD van morgen gaan worden. Maar vandaag VLD en CD&V is chaotisch. 80% van die lokale afdelingen komt daar niet meer op onder die naam. Het is team dit, team dat, pro dit, pro dat. Allee, allemaal wat je wil, maar dat is de eerste stap naar onafhankelijkheid van een nationaal partij. Want laten we eerlijk zijn, als ik burgemeester spreek van CD&V of van VLD, die zeggen mij heel duidelijk, waarom zouden we nog onder die naam opkomen?
Men kent ons bij nationale verkiezingen voor hun affiche op te hangen. Voor de rest horen of zien we niks van die partijen. Het is verkeerd gelopen toen de nationale partijen een stukje zich van de lokale politiek niks meer zijn gaan aantrekken. Lokale politiek, dat was zo, het hoorde erbij, dat waren hun afdelingen. Maar ze hebben die ook een stuk ja, door die particratie stiefmoederlijk gaan behandelen. Vroeger had je nog parlementaire, enfin, als ik nu spreek over vroeger, spreek ik jaren 70, 80, had je nog heel wat parlementaire die in een streek verkozen waren omdat ze een populaire burgemeester, een populaire schepen waren en zo doorbraken naar Brussel, daar de lokale belangen of de regiobelangen gingen vertegenwoordigen, zorgden voor subsidies, zorgden dat die streek het goed deed. Kijk maar naar iemand zoals Omar van Oudenhoven, die in Dist zelfs een ring heeft gelegd, die heel wat geïnvesteerd heeft in Dist, de vroegere voorzitter van de PVV. Dat is vandaag niet meer. Allee, die volksvertegenwoordigers die kennen hun eigen afdelingen niet meer. Allee, ik zie hier, moest je mij nu vragen, ik ben nu toch iemand die met politiek bezig is, noem alle Vlaams parlementsleden op van de kieskring Vlaams-Brabant per partij. Ik zou het niet kunnen. Hè. Ik ken die mensen zelfs niet. Dat is niet logisch. Ik bedoel, iemand die... Als burgemeester zou je daarmee in contact moeten komen. Voilà, als burgemeester zou ik die bij wijze van spreken wekelijks moeten zien. Ik zie die mensen niet. Sommige ken ik er, maar die zie ik ook niet. Enfin, die ik dan ken, zie ik niet. Maar door het feit dat ik er veel niet zie, ken ik ze niet. Hoe komt dat? Twee redenen. De particratie heeft vooral ook voor apparatschiks gekozen. Tegenwoordig mag je geen populaire burgemeester meer zijn in bepaalde partijen, want dan ben je gevaar voor een andere kandidaat. En want dat is ook zo, te veel stemmen halen in bepaalde traditionele partijen, dat is niet goed. Want dan word je gevaarlijk voor een ander en dan ben je met die postje bijna lopen. Dus dat is zo de kabouter en de paddenstoeltheorie. Hè. Dus de kabouter wil op de paddenstoel zitten, pakt een knuppel en knuppelt iedereen neer die te dicht bij zijn paddenstoel komt. Allee, dat is heel simplistisch uitgelegd, hoe ik het zeg, maar dat heerst nog in partijen. En zeker bij partijen in krimp, want de postjes worden duurder. Goede kandidaten, talent wordt buitengehouden. En wie plaatst men daar? De knikkers, hè? En dat zijn de apparatschiks. Vroeger kwamen die bij de grotere partijen nog als opvolger binnen. Vandaag komen die als effectief in het parlement. Wat krijg je in het parlement? Ja, een bende ja-knikkers die gewoon moet knikken wat de partij dicteert. Ja, en dan zijn we waar we vandaag zijn. Hè? En dan trekt men daar grote ogen en dan zegt men oh, het Vlaams Belang en de P van de A. Onbegrijpelijk dat die zo halen. Nee, ik begrijp dat zeer goed. Ik begrijp en ik hoop dat de volkswoede deze keer echt is politiek Brussel platslaagt. Ik hoop dat. Dat we daar echt een tabula rasa gaan krijgen. Allee, dit kan toch niet meer verder. Dit land wordt naar de bliksem geholpen. Wij zijn voor onze kinderen, onze kleinkinderen, onze welvaart tegen een recordtempo gewoon naar de bom aan het helpen. En waarom hoop ik dat? Want dat is nogmaals, hè. Allee, ik ben vandaag partijloos. Ik zou ook niet meer passen vandaag in partijstructuren en dergelijke. Die onafhankelijkheid, ik heb daar echt zwaar voor gevochten. Dat is ook een van de redenen dat ik me bij Lijst de Dekker thuis voelde. Omdat Jean-Marie hetzelfde principe hanteerde van die onafhankelijkheid. Ik zie dat vandaag in geen één nationaal partij. Al die partijen zijn zeer gestructureerd. Ik heb te veel mijn onafhankelijkheid zelf verdiend, lokaal. Ik ben niet de gemakkelijkste mens voor nu in een traditioneel georganiseerde partij te gaan plaatsen binnen die partijstructuur. Ik weet niet of dat zelfs überhaupt nog ooit iets voor mij is. Maar goed, enfin, dat is een andere discussie. Het gaat niet over mij. Maar bijvoorbeeld PvdA, het Vlaams Belang, ja, dat is makkelijk te zeggen. Zij kunnen het niet. Ik was onlangs bij een dokter op onderzoek en waren over politiek aan het praten. En die man zegt, ja, ik heb vroeger gestemd, VLD. De laatste keer heb ik N-VA gestemd en ik snap die volgorde. Hè. Ik ben ook een rechtsliberaal. En nu zegt hem, ga ik voor het Vlaams Belang stemmen? Ik zeg, oh. Ik zeg, en hoe kom je daarbij? Allee, ik bedoel, ik heb van dat. De rest kan het niet. Zij zijn de enige die nog niet de kans hebben gehad te bewijzen. En die uitspraak is al van enkele maanden geleden, maar meer en meer wordt dat waarheid. Hè. Ik zeg niet dat Vlaams Belang het gaat kunnen, ik weet dat niet. Ik zie wel dat Tom van Grieken een enorme inspanning heeft gegaan om bekwaam mensen te gaan aantrekken. Ook uit de ondernemerswereld. Allee, pak dat verstandig aan, want ik heb absoluut immens respect voor iemand als Tom van Grieken, die partij echt wel een geoliede machine heeft gemaakt. Maar gaan zij het kunnen? Ik weet zelfs niet of één partij nog in staat is vandaag de problemen in ons land te gaan oplossen. Maar goed, wat de meeste mensen denken is van ja, oké, laat ze het bewijzen. Hè? Want cordon sanitair, dat bestaat niet in de Dorpsstraat meer. Hè? Het Vlaams Belang in de Dorpsstraat is al lang aanvaard. Hè? Ik bedoel, dat is een partij zoals een andere. Alleen, wat van Grieken zijn slogans vind ik zeer goed gevonden, ander en beter. Dat is wat de meeste mensen nu aan het denken zijn. PvdA doet hetzelfde op de linkerzijde.
Maar moest er Vlaams, want men is altijd federaal aan het focussen. En ik vind dat, allee, dat getoeter van N-VA en vooral van Theo Franken over het feit van ja, maar het Vlaams Belang stemmen, federaal kan je daar niks mee oplossen. Nee, het gaat niet over federaal. Hè. Wij moeten nu eens goed gaan kijken, Vlaams. Hè. Allee, die Vlaamse regering heeft er ook niks van gebakken. Hè. Voor mij is dat Vlaams beleid, jambon, hetzelfde als Vivaldi-regering voor een gemeente. Allee, als je ziet, ook ja, administratieve vereenvoudiging, nee, men maakt het allemaal ingewikkelder. Allee, men is ook allemaal in de marge bezig. Hè. Men neemt geen echte beslissingen die het beter maken. Niet voor de gemeente, niet voor de mensen. Als je nu ziet, heel die landbouwonderhandelingen, hoe chaotisch loopt dat. Men moet dan beloftes daar gaan doen, dan lekken daar notas naar natuurpunt. Enfin, dit is een stukje het proberen redden tot aan de verkiezingen, want ik geloof er heilig in dat die boeren gewoon met kluitje in het riet zijn gestuurd, hoor. Maar dat er nu ook wel een extremer fractie binnen die landbouwbewegingen opnieuw gaat acties voeren. Ja, men heeft de standen, hè, zoals de Boerenbond een stuk stil gekregen, maar daarmee gaat men nog niet echt het boerenverzet lokaal, de echte boeren, want je moet altijd weten, ze van die middenstandsorganisaties, die vertegenwoordigen wel, maar zijn natuurlijk ook met hun eigen belangen bezig en niet alleen met de belangen van hun leden. Hè. Maar wat ik daarnet wou vertellen over Vlaams Belang en PvdA, mochten zij samen een meerderheid halen, want om in het Vlaams parlement een meerderheid te hebben, hebben we maar 44,9% nodig ongeveer. Als morgen die twee partijen samen, en ik sluit dat niet uit, het N-VA heeft ook ooit 4,35% gehaald, neem dat het Vlaams Belang 35% gaat halen, dat de PvdA 10% haalt, ja, dan heb je 45%. En is er geen enkele Vlaamse regering meer mogelijk zonder één van die twee. En dat is een scenario. Ik vertel dat al lang. Ik ben dat al meer dan een jaar aan het vertellen. Nu hoor ik dat sommige mensen dat nog overnemen van mij. En die zeggen van, ah ja, oei, dat wordt een probleem. Nee, dat wordt geen probleem. Dan gaat men een van de twee moeten meepakken. Ik vind ook dat je dat cordon sanitair, dat moet afgeschaft worden. Dat is puur politieke levensverzekering van de andere politieke partijen. Ik vind dat een schande. Dat je de stem van het volk negeert, zowel links als rechts. Je moet dat niet mee eens zijn. Misschien ook een levensverzekering voor Vlaams Belang zelf, hè? Ja, maar het is eigenlijk, ik zeg, ik heb uitermate respect voor een Tom van Grieken. Ik heb met een man, ik kende hem niet. Ik heb hem leren kennen de voorbije maanden over fusies van gemeenten. Hebben we samen gezeten. Ik ben er toch van overtuigd dat die man wil besturen. Ja. En ik ben er ook van overtuigd dat die man wel weet hoe hij moet besturen. We hebben daar enkele thema's aangehaald, want het is eigenlijk niet zo moeilijk, hoor. Om Vlaams niveau... Wat zou een regering met Vlaams Belang erin moeten of kunnen veranderen op Vlaams niveau? Ik kan alleen maar zeggen, moest ik vandaag mee deel uitmaken van het Vlaams Belang en mee in een Vlaamse regering moeten stappen, dan zou mijn absolute prioriteit nummer 1 zijn, hoe maken we het leven van de mensen goedkoper? Dat is eigenlijk stap 1. Hoe zou je dat doen? En dat kan je doen zonder veel kleerscheuren. Dat is 1, een politieke vereenvoudiging doorvoeren. Eigenlijk het vet van de soep bij de politiek zelf gaan afdoen. Ik weet, dat klinkt allemaal heel sloganesk, maar het is niet moeilijk, hoor. De besparing zit niet bij de gemeentes of bij fusies van gemeenten, want dat kost meer. In Nederland is dat bewezen dat de fusies van de gemeentes €1 miljard meer kosten per jaar dan dat een besparing opleverde. Maar waarom heeft men daar fusies doorgevoerd? En willen sommigen hier fusies? Omdat men de lijsten lokaal niet meer kan vullen. Goed, daar straks zal ik daar meer over vertellen. Wat mij vandaag vooral opvalt, dat is dat de mensen echt moeten uitkijken wat men in hun winkelkar legt. Het is al lang niet meer die gasfactuur en die energiefactuur. We leven in onzekere tijden, maar vooral ook de koopkracht van de mensen heeft nog nooit zo onder druk gestaan. Je hebt dat ook in periodes, zoals we vandaag leven, van onzekerheid en zo. Mensen gaan ook op een heel andere manier geld besteden. Ik doe dat zelf ook. Je denkt ook helemaal anders een stukje van dan we leven in tijden van moeten we dat zeggen, leuk en blijheid en alles wat daarbij hoort. Allee, het zijn geen leuke tijden, laten we daar eerlijk in zijn. En dan de intercommunales. En daar heb ik met Tom van Grieken heel lang over gehad. Hè. Als je morgen al die intercommunales in de energiesector en in de drinkwatersector afschaft, hè, dus vandaag al die aparte entiteiten, en je maakt 1 drinkwaterbedrijf Vlaanderen en je maakt 1 energiebedrijf Vlaanderen, die zorgt voor de distributie, maar gewoon aan de kostprijs van de distributie, net zoals we vandaag de wegen, want uiteindelijk, wat is distributiekost? Vandaag is dat bijna 2/3 samen met BTW en belastingen van uw factuur, van uw energie- en uw drinkwaterfactuur. Maar uiteindelijk is dat alleen zorgen dat van de hoogspanningspaal tot in stopcontact er al een trick komt. Hè? Meer is dat niet. Hè? Dus ja, wat zou nu moeilijker zijn tussen het beheer van een rioolbuis en het riool van een elektriciteitsleiding?
Allee, een reëel buis is zelfs nog veel moeilijker, want die valt af en toe, die zakt af en toe in. En dan krijg je soms problemen. Dus daar moet je naar een formule gaan, dat Vlaanderen dat zelf in handen neemt. Net zoals de riolering ook voor een groot stuk in handen van Vlaanderen al is. En dat je dan kostprijs gaat aanbieden. En dan ben ik ervan overtuigd. Ik heb ooit die berekening gemaakt in mijn boek De Vlaamse Ziekte in 2018. Dan kan je de energiefactuur en de drinkwaterfactuur met ruim 30% doen zakken. Ja, de partij die dat morgen doet, de drinkwaterfactuur en de elektriciteitsfactuur 30% doen zakken voor de Vlaamse gezinnen, ja, die partij die krijg je er de eerste 10 jaar niet meer af. Hè. Dat kan ik je vandaag... En dat is ook een stukje mijn colère op N-VA geweest. Ik heb ooit geloofd dat N-VA het ging veranderen. Ik heb ooit in die kracht van de verandering geloofd. Tot ze er kwamen, ze zijn erger geworden dan de rest in die intercommunales. Vandaag, binnen die intercommunales, dat is zoals Koen de mandatenkampioen in Antwerpen. Allee, als je ziet, allee, die man, ja, mijn haren komen daarvan recht. Hè. Die man verdient als schepen in Antwerpen €120.000 en die verdient nog eens €130.000 bij aan postjes in intercommunales. Dan verdien je €250.000, dat is zoveel als de minister. En niemand kent die man. Ja, allee, en zo lopen er bij de N-VA nog verschillende rond. Vroeger was dat logisch dat er bij de VLD de Geert Versnikken en dergelijke daar zo rondliepen. Maar allee, men moet niet alleen doen dat bij de N-VA Siegfried Bracke een graaier was. Het zit daar vol met graaiers. En de N-VA heeft dat laten gebeuren. Ja. Als een N-VA toen effectief... Want allee, daar begrijp ik Demir niet in. Hè. Zij was toen minister. Zij kon binnen die... Nu vertelt zij vandaag voor de verkiezing, ja, we moeten naar één groot drinkwaterbedrijf gaan. Ja, maar ga eerst maar uit al die raden van bestuur en directiecomité's je eigen partijgenoten zetten. Hè. Ik zeg haar nu, je krijgt ze er niet uit. Hè. Je krijgt ze met geen stokken eruit of je krijgt opstand in je eigen partij. Dat is logisch. Dat is een onderdeel van die in hun loonstructuur geworden. Wie geeft daar ineens, zoals Koen, kennis, wat gaat die €130.000 afgeven? De helft van zijn loon. Jamais de la vie. Je hebt er dan nog zulke zitten. En dat is wat ik N-VA bijzonder kwalijk neem en ook niet begrijp. Ze hadden dat toen kunnen doen. Ze hadden dat kunnen doen. Ze hadden de macht... Ik heb dat met Jean-Marie de Dekker dikwijls gezegd gehad. Jean-Marie de Dekker heeft het onlangs nog tegen Jan Bon gezegd. Van, dit hadden jullie toen moeten gedaan hebben. En jullie waren vandaag incontournabel. En de Vlaming had terug het gevoel dat er naar hen geluisterd werd en dat hun koopkracht echt beschermd werd. Al de rest van slogans, van we gaan de koopkracht... Allee, die minister de Prater van vooruit. Allee, ik word er bijna misselijk van als ik dat kind iedere keer hetzelfde verhaaltje hoor afriedelen. Ja, allee, ik bedoel, de mensen lachen er gewoon mee. Hè. Wij gaan voor uw koopkracht, voor de zorg. Allee, ja, ik bedoel, we weten het ondertussen hè, waar je voor staat. Zeg nu eens concreet, zo gaan we het leven van de mensen makkelijker en goedkoper maken. En dat is, en nu kom ik aan mijn volstrekte meerderheid terug in Gladbeek, dat is wat ik in Gladbeek gedaan heb. Hetgeen wat de bevolking in Gladbeek moeite mee had voor me, dat er niks gebeurde, dat het dorp achteruit ging, dat hier geen deftige school was, dat hier geen deftig rusthuis was, daar heb ik op geanticipeerd en ik heb het gebracht zonder de belastingen te verhogen. Ja, ik heb niet de kracht hier in Gladbeek of de macht om hier allee, de belastingen op nul te brengen. Wat ik wel zou willen, moest ik het kunnen. Maar in Vlaanderen kan je dat wel. En dat is eigenlijk, als het Vlaams Belang daarin slaagt, en ik geloof daar een stuk in dat Tom van Grieken dat meent, onder andere met die intercommunales binnen een Vlaamse regering de facturen van de mensen goedkoper te maken, ja, dan krijg je hem de eerste 10, 15 jaar niet uit de Vlaamse regering. Hè. Dat kan ik je wel garanderen. Mm-hmm. Allee, het gaat er me niet over dat je alles moet oplossen. Hè, want men denkt dat het Vlaams Belang gaat het ook niet oplossen. Ja, maar mensen verwachten niet dat ineens alles wordt opgelost. Hè. Mensen willen het gevoel hebben dat er iemand aan het beleid komt die het tenminste al anders wil doen. Ja. Mensen zijn de stilstand een stuk beu. Hè, want we zitten vandaag in de stilstand. Hè. En daar denk ik... Mm-hmm. En P van de A, pas op. Laten we daar toch ook iets over zeggen. Ik ben absoluut niet links en ik ben absoluut niet PvdA gezind. Maar wat zij daar doen met die parlementaire pensioenen en dat politiek kraaien, ze hebben daar een punt. Hè. Ze hebben, dat is zelfbediening. Hè. Dat is een goede vorm van oppositie. Maar natuurlijk dat. Maar Graailand, de broek van Peter Mertens, ja, ik had hem ook kunnen geschreven hebben. Hoor. Allee, ik bedoel maar, wat een man daar... Ah, nu oké, okay, soms gaan zij populistisch door de bocht. Hè. Allee, ik vind dan ook, als zij dan toch zo goedkoop willen komen als parlementslid voor €1.000, dat ze dan de les in de staatskas laten. Hè. Ze sluizen het ook bij een partij. Ze zijn half hypocriet, hè. Maar ze kaarten wel bepaalde problemen aan die natuurlijk het establishment niet wil. Dus op dat gebied heb ik wel de enige... Natuurlijk, ik ben absoluut niet voor communistisch beleid. Hè. Allee, ik bedoel, als morgen die partij de volstrekte meerderheid moet stemmen, dan verhuis ik. Allee, ik bedoel, want dan kun je als ondernemer beter vluchten.
dan moeten we meer werken. Maar politiek hebben we er wel een soort respect voor wat ze doen. Maar zij duwen op het juiste knopje. Hè? En dat is wat Vlaams Belang vandaag ook doet. Alleen Vlaams Belang gaat nog een stap verder. Zij duwen op het juiste knopje, al lang voor een stuk. Natuurlijk, dat is de duty of the opposition. Maar waar veel zich aan mispakken is, en dat heb ik gemerkt in mijn gesprekken met Van Grieken over die fusies van gemeenten. Ik heb ook gezien dat mensen zoals Lode Vreek, die vroeger bij mijn partij gezeten hebben, vandaag bij het VB zitten. Men is daar Kurt Moens van Pro Flandria. Ik bedoel, men is daar ook wel bekwame mensen aan boord aan het halen. En je kan moeilijk nog zeggen dat het VB een partij is van enkele ranzige figuren die racistische taal verkopen. Hè. Allee, de racistische taal wordt vandaag verkocht door voorraad. Allee, ik bedoel, Conor Rousseau kan je nog zeggen, het is dat de mansklap. Ja, Tom Mees, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Allee, ik bedoel, ik denk dat er ranziger figuren en racistische figuren bij vooruit rondlopen dan bij het VB. Ja, ja. Dus allee, je kan, allee, dat men daar ook eens mee stopt, hè, met het VB een racistische partij te noemen. Hè. Allee, racisme, allee, wat is racisme? Hè? Het racisme op huidskleur, ik denk dat je daar nog heel weinig tegenkomt. We gaan nog altijd wel van die figuren rond hebben lopen die een aversie hebben tegen mensen met een andere huidskleur. Maar ik denk dat dat echt wel een extreme minderheid in ons land is, los van partijen. Wat is wat de mensen vandaag kwaad maakt, en dat heeft niks met racisme te maken, dat is die ongebreidelde massamigratie. Dat is dat men ziet dat er sommige partijen, zoals nog altijd de GroenBende, de PS en heel de linkse flank, die een open grenzen nog altijd voorstellen en zoiets hebben van wij zijn hier het land van melk en honing, kom er allemaal af en wij gaan door CNW van de wereld spelen. Dat lukt gedeeltelijk op het moment dat er welvaart is bij de mensen. Op het moment dat de welvaart onder druk staat, zoals vandaag, dat de mensen moeten kijken wat ze in hun winkelkar gooien en dan zien wat wij moeten besteden aan migratie. En inderdaad, Vlaams Belang haalt die cijfers, is de enige partij die durft zeggen wat migratie kost in dit land. Ja, dat is hallucinant, hè, wat wij daaraan besteden. Ja, dan is het logisch dat je een kwade bevolking hebt. En daar ben ik wel van overtuigd. En dat zal niet zo makkelijk zijn, het migratieprobleem op te lossen. Maar het feit dat er al tenminste een partij is die wil stoppen met een open grenzenbeleid, of tenminste aanhanger is van een open grenzenbeleid, gaat de mensen al... Bij mensen is het ook een stuk van angst tegen die migratie. Hè? En men zegt dat, ja, maar het VB teert op de angst van de mensen. Ja, mag het? Mag er nog een partij zijn die effectief luistert naar de gevoelens van de mensen en daarop tenminste wil anticiperen? Gaat VB dat morgen oplossen? Nee, dat weet ik ook wel. Is het luisteren of is het aanwakkeren? Ja, maar wat is luisteren, wat is aanwakkeren? Hè? Ik denk dat je niet veel moet aanwakkeren. Ik denk dat je... hier zijn steden, bijvoorbeeld mijn buurstad Tiene, rijdt daar s'avonds na 6 uur rond. Hè? Daar durf je niet meer buiten komen. Hè? Dat heeft ook een stuk met falen van het beleid te maken. Hè? Moest ik vandaag met een problematiek van een massamigratie zitten in mijn gemeente, ja, ik zou positioneel wel optreden. Het is ook een langs... Het hangt ook vanaf welke partij er aankomt. Kan je dat als burgemeester? Ja, maar natuurlijk kan je dat. Maar natuurlijk kan je dat. Ik heb hier ook zo enkele vandalen gehad die dachten hier alles kunnen kapot slagen. Ten eerste heb ik camera's gehongen. En ten tweede heb ik gewoon in mijn vijfzaal een verbod uitgeschreven. Die kwamen er niet meer in. Zo simpel is het. Maar natuurlijk, je kan daar ver in gaan. Moet je daar sheriff voor worden? Nee, daar moet je geen sheriff voor worden. Maar in sommige steden wordt dat ook allemaal gedoogd. Hè? Ik bedoel, en je mag er ook niet tegenin gaan. Enfin, moest ik morgen in een coalitie hebben met de Groen, ja, dan trad ik daar niet zo hard tegenop zoals ik vandaag daar kan tegenoptreden. Daar gaat het een stuk op. En kijk naar al die steden waar de problemen zijn. Kijk naar de samenstelling van de coalitie. Kijk, dat is samenstelling van de coalitie. En vanaf het moment dat je daar een vooruit of een groen of iets links hebt inzitten, ja, dan kan je niet hard optreden. Zo simpel is het. Want die laten dat ook niet toe, want dat zijn hun kiezers. Waarom mag Brussel in brand gestoken worden? Ja, dat zijn de kiezers van de PS die dat doen. Hè? Je kan toch moeilijk je eigen kiezers in de bak steken? Want daar komt het een stuk op neer. Hè? Maar men durft dat allemaal in dat land hier niet meer zeggen. Hè? En daarmee ben ik blij dat ik mijn onafhankelijkheid heb, dat men mij ook niet ergens in een rechtshoekje kan duwen, dat men mij ook niet in een racistisch hoekje kan duwen. Maar er zijn nog verdomd weinig politici die eens durven zeggen waar het op staat. Hè? Mm-hmm. En gewoon al uit angst voor de volgende coalitie te missen. Hè? Je ziet vandaag hoe Bart De Wever zich in alle bochten wringt om toch te zeggen dat van Magnet voorstelt waanzin is, zonder hem eigenlijk te schofferen. Want ja, hij heeft Magnet nodig, volgens hem. Mm-hmm. Ja. Het zit hier allemaal muurvast. Ik denk dat we daar... Je kan moeilijk de kiezers, je eigen kiezer in een bak duwen. Dat is ook iets waar nu Vlaamse partijen mee te maken krijgen met de boerenprotesten, waar half op gereageerd wordt, half niet. Dat is toch een moeilijke houding voor CD&V, ook voor N-VA.
Ja, maar oké. Okay. Maar ik heb er ook één tweet gelezen. We gaan niet zeggen van wie hem komt. Zo'n stomme klap. Gaan zeggen dat het criminelen zijn omdat ze een pop in brand steken. Ik heb ooit in zo'n protest in Brussel gezeten van Black Lives Matter. Daar was een winkels in brand aan het steken. Ik bedoel, dat is krapoel. Maar een boer die een ottoband in brand steekt of een pop in brand steekt, krapoel gaan noemen, die je moet opsluiten. Maar met alle respect. Ja, dan heb je verkiezingskoorts. Of dan heb je hoge last van hoge verkiezingskoorts. Ik ga er zelfs verder geen woorden aan vuil maken. Maar dat je kwade boeren krijgt, maar dat snap ik. En dat die boeren vandaag een stuk de economie lam leggen, dat kan je niet goed praten. Daar ben ik allemaal mee akkoord. Maar je moet wel snappen van waar die woede komt. En die moet je een stuk laten ventileren. Maar ik heb nog nergens gezien dat een van die boeren ergens, zoals bij Black Lives Matter betogingen, Brussel heeft kapotgeslagen. Hè? Dat heb ik nog nergens niet gezien. En ja, men moet eigenlijk, en ik moet dan niet zeggen wat men moet doen, maar moest ik van die landbouworganisaties zijn, ik zou daar gaan blokkades op werken. Op die plaatsen waar bepaalde partijen aan de macht zijn, waar het meeste pijn doet. Ik ga er geen suggesties over geven, want dan ben ik het geweest. Maar dat moet men zelf maar doen. Maar je moet, en dan kan je de druk verhogen, denk ik aan. Maar voor CD&V ligt dat inderdaad zeer moeilijk. Ja, dat klopt ook zo. En ik denk dat CD&V zich vandaag ook in de regering... Maar ja, voor CD&V heeft zich kapot geregeerd. Hè. Dat is zo'n partij... Als je ziet van waar de CPP komt... Ik heb dat hier in Glabbeek ook gezien. Die partij, ook VLD-stuk, dat is een partij die zich de voorbije jaren kapot hebben geregeerd. Die van links naar rechts zijn gezwalpt. Je kan de kiezen niet blijven bedotten. Hè. Die komen uit een periode waarin dat ze absolute meerderheden haalden. Toen was het ook makkelijker moeilijke knopen door te hakken. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is, en dat moet ik wel toegeven. Natuurlijk, als je, maar dat is ook weer zo'n dubbel verhaal. Hè. Een volstrekte meerderheid laat u in staat effectiever beleid te voeren. Maar dan moet het ook doen. En ze hebben soms grote meerderheden gehaald, zowel VLD als CD&V, maar ze hebben het niet gedaan. En dat is vandaag het resultaat. En N-VA gaat juist hetzelfde meemaken. Is daarom misschien op lokaal niveau zo een winner-takes-it-all-principe, zoals in andere landen, een beter idee? Ik ben altijd voorstander geweest van rechtstreeks verkiezing van burgemeester. Ik zou morgen geen burgemeester willen worden, moest ik niet de meeste stemmen hebben. Dat heb ik ook altijd gezegd. Dat is logisch. Ja, ik ben voorstander van een principe. Nu, ja. Je moet natuurlijk... Je hebt het Engels kiesysteem, je hebt het Amerikaans kiesysteem. Ik ben daar eigenlijk voor, hoor. Maar hoe ga je die invoeren? Ik denk dat wij terug moeten gaan naar kleinere kieskringen. Ik denk dat we terug naar kieskringen federaal moeten gaan en Vlaams op arrondissementeel niveau. Dat de mensen nog weten wie hun vertegenwoordigers zijn. Natuurlijk, ja, dat is de Paarse regering geweest onder Verhofstadt, die dan grotere kiesdrempels wou voor bekende figuren... Men heeft toen een stuk, dat was voor de CVP vooral te treffen, dat weet ik ook, maar men heeft toen een stukje eigenlijk de democratie verkocht. Voor andere partijen, kwetsbaarder te maken, minder stemmen te doen gaan halen, maar het herstel van de democratie kan je maar op twee plaatsen nog fixen. Dat is lokaal en kleiner kieskringen. Dat is terug mensen dichter brengen bij de kiezer. Ja, en daarnaast ook een deftig beleid. Ja. Want de volgende Vlaamse regering heeft voor mij twee uitdagingen. Hè. Dat is één, het leven van de mensen goedkoper maken. Ik denk dat dat de absolute topprioriteit is en verkiezingsthema nummer één gaat worden. Dat gaat zich in verschillende facetten manifesteren. En dan lokaal moesten daar partijen zijn die daar morgen fusies durven gaan doorvoeren. Ik denk dat de volksopstand gigantisch gaat zijn. Want laten we toch even eerlijk zijn. Laatste Vlaamse gemeentemonitor, de recentste... Daar slagen nog maar 6 partijen in, 6 gemeenten in. Boven de 50% zitten qua vertrouwen in het gemeentebestuur. En mijn gemeente staat op de derde plaats. 6, hè. Al de rest is gebuist, hè. Dus kunt u dat inbeelden, dat 294 gemeenten, de eigen mensen, geen vertrouwen, geen meerderheid meer vertrouwen heeft in zijn eigen gemeentebestuur. Ja, dat is... dat het Vlaams gemiddelde 29% is... in de Vlaamse regering 11%, in de federale regering 12%. Dat is helemaal wenen met de pet op. Maar als je zo een lage score zalt, dan moet je al bijna gek zijn om op dat moment fusies van gemeenten te willen gaan voorstellen. De enige gemeente waar nog min of meer vertrouwen is, zijn net de kleinere gemeentes. Laat ook de kleinere gemeentes de financieel gezondste gemeentes zijn. Want dat hoort wel samen, hè. Je moet eens goed kijken naar de financiële cijfers van een gemeente en de tevredenheid in een gemeente. Dat gaat samen. Hè? Mensen belonen nu eenmaal wel politici
die verstandig en correct financieel beleid voeren. Hè. En meer dan ooit gaan politici die het geld langs ramen en deuren buitensmaten afgestraft worden. Hè. Mensen nemen dat niet meer. Hè. Men denkt nog altijd, sommige politici met checks van subsidies hier uit te delen, een Karin Ingené die met een smile van hier tot in Tokio op tv komt zeggen ik ga zoveel aan dat land geven en zoveel... Die denkt dus nog echt dat ze daar... Die verliest daarmee kiezers tegen... Allee, ja, fijn. Ik ga het u niet slimmer maken dan... Allee, ik hoop dat het gebeurt, want, maar dat is effectief zover zijn. Hè. En die hebben dat dus niet door. Hè. De gemeente met minst vertrouwen, denk ik, was Bord-Meerbeek, waar het grote, ja, het grote fusieschandaal was. Hè. Ja, duidelijk. Maar ja, daar heb je ook een burgemeester... Allee, die vrouw hadden ze beter beschermd tegen haar eigen. Hè. Die wil nog meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die vrouw wordt buitengedragen, hè. Letterlijk en figuurlijk. Hè. Die had verleden keer, ik weet niet, 8 of 9 zetels. Als die nog 2 zetels hebben, mogen die content zijn. En dan gaat hij zo verbaasd kijken en in depressie komen en zeggen van oei, de kiezer moet men hem meer. Ja, het was toen tijd. Allee, die heeft haar dorp verkocht aan Bart Somers in ruil van een schepenzetel. Hè. En de mensen zijn dat te weten gekomen en in opstand gekomen. Want daar gaat het over. Hè. Allee, politici zagen nooit een tak af waar ze zelf op zitten. Zo simpel is het. Ik kan dat ook niet doen. Maar je moet het wel zien dat het nog binnen proportie is wat je doet. En daar zit je natuurlijk met een heel groot probleem. En dat is de reden. Maar dat typeert ook dat land hier. Hè. We zijn met 36 burgemeesters van kleinere gemeentes, van plattelandsgemeenten, die een burgemeesterforum hebben opgericht. Front eigenlijk, tegen die fusies van gemeenten. Op een gegeven moment sturen we een mail uit naar alle partijvoorzitters in Vlaanderen. De enige twee die ons geantwoord hebben zijn Sammy Medi van CD&V en Tom van Grieken van Vlaams Belang. Die andere partijvoorzitters die voelen zich zelfs nog te goed voor op een mail te antwoorden van 36 burgemeesters. Allee, ik bedoel, moet je vragen wat een arrogantie men al heeft. Als je dan nog zelfs nog niet de moeite vindt tegen 36 burgemeesters, is toch al iets. Oké, het mogen dan burgemeesters zijn van boerendorpen in hun ogen. Je antwoordt die, punt. Maar die beleefdheid is er zelfs al niet. En zo ben ik in gesprek gegaan met Tom van Grieken. Dat is de enige die ons heeft uitgenodigd voor een gesprek. En waar ik blij ben, dat hij tenminste ook de mening heeft van ja, kijk, allez, het is niet fusies van gemeentes waar je het gaat doen. En dat is ook een van mijn hopen, hè, dat het implodeert in Brussel. Hè, want ik besef maar eens al te goed, als er morgen een Vlaamse regering mogelijk zou zijn, N-VA vooruit, VLD bijvoorbeeld, dan komen er fusies van gemeenten. Ja, die zijn zo gek. Ja, die doen we dat. Allee, ook al ontploft heel de wereld rond hun, vallen de straten in Brussel in, bij wijze van spreken, dan nog zal men fusies doen. Men is daar heilig van overtuigd. Men heeft daar enkele universiteitsprofessoren die voor hun broodheren een studie hebben moeten brengen, waar niks in bewezen wordt, hè, maar waar dan gezegd wordt, de slagkracht wordt beter, beter bestuur. Allee, je gebruikt heel wat ingewikkelde termen, maar uiteindelijk, als je dan gaat kijken naar de conclusie, wordt het beter bestuur? Daar kan geen antwoord op gegeven worden. Als morgen iemand mij kan overtuigen, nee, zwart op wit kan aantonen dat een fusie van mijn dorp met andere gemeentes het leven van de mensen goedkoper maakt en het bestuur in mijn gemeente beter maakt, ben ik de eerste voor mee voor fusies te gaan. Maar vandaag heb ik de laagste belastingen in de streek. Ik heb de financieel gezondste cijfers en ik heb de hoogste investeringsgraad. Ja, bij elke buurgemeente dat ik morgen ga fusioneren, verarm ik mijn bevolking. Allee, ik zou toch gek moeten zijn om dat te doen? En ik kan mijn eigen boontjes doppen. Dus waarom zou ik het doen? Maar dat is dus het groot probleem. En dat gaat nu wel gebeuren. En daar ben ik eigenlijk zeer blij om. En dat ik hoop dat PvdA en het Vlaams Belang echt aan een tabula rasa mogelijk gaan maken. Dat is dat men daar... geen Vlaamse regering meer. Allee, men gaat daar met 4, 5 partijen moeten zijn voor een Vlaamse regering te maken. Met een beetje geluk gaat men nog een regering kunnen vormen, want dan zal het alles zijn tegen PvdA en het VB. En met een klein beetje malchance zal men het PvdA moeten meepakken of zal men het VB moeten meepakken. Zo simpel dat zijn. En ik hoop dat dat gebeurt. Echt waar. En ik hoop dat dat gebeurt, en dat zeg ik als democraat, hè. Dat is dat de kiezer... de volkswil eindelijk is gaan gevolgd worden. En je kan nu voor of tegen het Belang zijn, je kan nu voor of tegen PvdA zijn, als daar een groot deel... een immens groot deel van de bevolking voor kiest, dan moet je dat aanhoren. En dan moet je die de kans geven te besturen. Ja, kunnen ze het niet? Ja, oké, goed. Dan weet de kiezer dat ook in één keer. Ja, en kunnen ze het wel? Ja, dan krijgt de kiezer waar het voor gekozen heeft. En had die kiezer gelijk. Hè. Voor mij heeft de kiezer altijd gelijk. Als morgen de kiezer met beleid afstraft, en ik durf dat zeggen en ik zal dat ook doen, als morgen de kiezer met beleid significant afstraft, dan ben ik hier weg. Want dat wil zeggen dat de kiezer met beu is. Nee, wat doen traditionele partijen? Nog een partijke erbij pakken om te kunnen blijven zitten op een postje. Ik zal het nooit doen.
krijg er ook geen dankbaarheid meer voor. Ik begrijp ook sommige politici niet. Van ja, ik begrijp het wel hoor. Maar ik zelf begrijp dat niet. Dat je als politicus nog op een stoel wil blijven zitten waar je eigenlijk van weet dat de mensen je uitspuwen. Op het moment dat je verkiezing, bijvoorbeeld in Scherpenheuvel-Zichem is ook zo'n burgemeester, die verkiezing na verkiezing verliest, die maar steeds blijft zitten, die niet de meeste stemmen haalt, die is ondertussen al 30 jaar burgemeester, heeft de eerste keer verloren tegen Frank van den Broeke. Hij heeft daar toen een monstercoalitie gemaakt voor toen Frank van den Broeken en de SPA buiten te laten. Vandaag is die man, nu gaat hem op pensioen. Ja, die heeft in Scherpenheuvel niks verwezenlijkt. Ik las vandaag in de krant nog, ja, Scherpenheuvel heeft 3 voetbalterreinen die zone vreemd liggen en moeten volgend jaar vertrekken. Ja, ik had ook 3 voetbalterreinen die zone vreemd lagen. Ik heb die 3 jaar geleden recreatiegebied gemaakt. Ja, allee, ik ben dan een dorpje. Scherpenheuvel is een stad. Maar dat bedoel ik dus als je... En natuurlijk blijven politici in Brussel... Allee, het merendeel van de politici die vandaag in Brussel in de parlementen zitten, laat die morgen in de privé werken en die verdienen nog 1/3. Hè. Het merendeel is je zou sommige ministers, bij wijze van spreken, eerst 3 jaar een eigen zaak moeten laten runnen. En wie niet failliet gaat, mag nog minister worden. Het gaan er zeer weinig zijn, hoor. Allee, je kan dat natuurlijk niet, maar allee, het is een boutade wat ik vertel. Ja. Maar allee, heel wat van dat volk wat vandaag in die wedstrijd, in alle partijen hoor, rondloopt, dat zijn mensen die boven betaald zijn. Is de kwaliteit van de volksvertegenwoordiging zo hard gezakt? Maar ja, ik heb dat gezien. Ik ben in 2014 in het Vlaams parlement vertrokken. Ik kijk nog af en toe eens Villa Politica. In mijn tijd was het al niet wauw, vond ik. Maar als ik dat vandaag zie, wat een idiote vragen daar gesteld worden. Allee, ik denk dat men daar woensdagsmorgens de gazette open doet, dat daar de studiediensten vraags getipt en dat ze dat dan mogen gaan aflezen op papiertje. Hè. Allee, ik bedoel, ja, nee, dat is schrijnend. Ik vind dat schrijnend. Laat trouwens ook van dat Vlaams parlement, 124, houden we daar 70 van over en het werkt beter. Want dat is nog zoiets. Hè. Ik heb vandaag schepencollege, we zijn met 5. Voor mij mag dat morgen schepencollege van 3 zijn, hè, in een klein gemeente. Daar mogen we van mij gaan besparen. Hè. Ja. Een gemeenteraad van 17, maar een gemeenteraad van 12 doe ik het ook. Hè. Allee, ik wil maar zeggen, er is nog vet op de soep waar kan bespaard worden, maar je moet zien dat het efficiënt blijft. Maar in die parlementen, dat is daar lopen. Allee, en zeker als je dan van die personen bekijkt die en burgemeester en parlementslid zijn. Pas op, hè, dat zijn mensen, van laten we eerlijk zijn, rond de 10.000, 12.000 euro de maand, hè, netto. Hè. Ja, dan begrijp je wel hè, dat die op een paddenstoel gaan zitten met een knuppel voor iedereen dat te dicht bij de paddenstoel komt, nee, op te knuppelen. Ja, ja, ja. Ik begrijp dat, hè. Dat is des mensen. Hè. Maar is dat het volk dat we vandaag nodig hebben voor het land te besturen? Nee. Die helpen het land verder naar de kloten. Maar je moet dat durven zeggen. Nu, ik wil geen beroepspoliticus worden. Hè. Dat parlement voor mij is dat een praatbarak. Hè. Heb ik daar dingen kunnen doen? Ja. Ik heb daar op de nagel van de intercommunales kunnen kloppen. Zou ik ooit misschien terug naar het parlement willen gaan? Ja, misschien, als mijn werk in Glabbeek klaar is. Ik heb hier nog 1 legislatuur zeer zwaar werk en dan wil ik dat misschien wel bekijken. Maar vandaag weet ik dat ik het verschil kan betekenen in mijn gemeente. En ik zal hier ook maximaal het verschil pleiten. Je was wel teleurgesteld dat het LDD-verhaal er nu niet kwam. Nee, en dan had u daar ook deel van uitgemaakt, hè, wellicht. Ik weet niet of ik in het parlement had gezeten, hè. Ik weet niet of we de kiesdrempel hadden gehaald. Maar pas op, het LDD-verhaal is een heel ander verhaal. Hè. De enige partij waar ik me ooit heb thuisgevoeld is LDD. Ik heb ze samen met Jean-Marie grotendeels geboetseerd. Maar dat is een partij waar parlementsleden vrijheden hebben. Wat Els Ampe vandaag doet met voor u, dat is de DNA van Lijst de Dekker een stuk. Ja. Hè? Dat parlementsleden nog vrijheden hebben en parlementsleden nog iets kunnen doen. Ik weet niet of voor u gaat slagen. Ik heb met die mensen heel veel sympathie. Ik ken Els zeer goed. Ze heeft samen mee de doorstart van LDD willen doen. Maar ik twijfel een beetje dat dat gaat lukken zonder een nationaal boekbeeld als Jean-Marie de Dekker. En ik wens hen er heel veel succes. Ik heb ook gezondheidsmatig de laatste periode een klein beetje problemen gehad. Waardoor ik heb werk genoeg. Hè. Ja. Ik heb 3 bedrijven. Ik heb een gemeente te runnen. Allee, ik weet wat te doen. Het is niet... Het is dat ik zeg. Ik ben in eerste plaats ondernemer. En dan ben ik pas burgemeester. En zeker geen beroepspoliticus. Maar er loopt te veel verkeerd volk in Brussel rond in elke partij. En men weet dat een stuk. Hè. Maar hoe meer de neerwaartse spiraal gaat, hoe slechter het nog wordt. Men gaat de kwaliteit niet verbeteren. Integendeel, men zit allemaal met eigen volk dat men moet gaan kazerneren, om het zo te noemen. Nee, nu zou je eigenlijk moeten... Moest ik vandaag in die traditionele partijen zoals Open VLD en CD&V zitten, nu zou ik effectief volledig vernieuwen. Gaan kijken, wie zijn de parlementariërs die echt potten gebroken hebben, hè? Die in staat zijn parlementaire vragen te stellen, die in staat zijn een decreet te doen, die echt lokaal gedragen worden. Die zetten we in frontpositie en al de rest dumpen. Kan je er noemen?
Ja, ik kan er noemen. Ik kijk hier bijvoorbeeld naar een stad hier in de buurt. Tiene bijvoorbeeld. Daar is een vrouw vandaag burgemeester, Katrien Partika. Die ga eens kijken naar het parlementair palmares. Hè. Die stelt denk ik amper een parlementaire vraag. Die is amper parlementair bezig. Wat hij in de stad doet, is mij ook een raadsel. Is een burgemeester vandaag die boven de hoofden ook... Ja, die echt nog in de cocon zit van hoe een traditioneel partij werkt. Zo van, men zit in de cocon, men bestuurt boven de hoofden van de mensen. Men zegt van zichzelf, we zijn goed bezig. Men gelooft dat ook, denk ik zelf, men is goed bezig. Maar men wordt continu uitgespuwd. Moest ik morgen... Allee, de kritiek dat die vrouw bijvoorbeeld vandaag op sociale media krijgt, iedere dag, moest ik die krijgen, dan stop ik morgen. Allee, om maar een voorbeeld te geven. Maar natuurlijk, ja, maar voor 12.000 of 15.000 euro de maand netto, slikt je dat, hè? Allee, ik zou het niet kunnen slikken. Maar goed, ik heb mijn eigen inkomstenbronnen. Allee, via mijn zaak. Maar allee, dat is bijvoorbeeld één voorbeeld. Je moet zelfs de naam zoeken. Hè. Er lopen N-VA, een vrouw van Scherpenheuvel-Zichem van de N-VA, ik kan op haar naam zelfs niet komen, zit in het Vlaams parlement, heeft ooit op het kabinet van Weits gewerkt. Dat is wat ik weet van die vrouw. Die is parlementslid voor deze regio, het Hageland hier. Ja, en die woont hier op amper 20 minuten van mij. En ik kan zelfs de naam niet aanspreken. Nu, pas op, het VB heb ik er ook zulke. Hè. Ik heb er ook zulke bij Groen. Vraag mij niet wie hier voor de regio, voor Groen in het parlement zit. Ik zou het niet weten. Maar als ik dan bijvoorbeeld ga kijken... Ja, die burgemeester van CD&V in Scherpenheuvel, wat ik daarnet vertelde. Pas op, ze niet alleen CD&V. Want allee, moet ook daar heel... Allee, ik wil hier geen aanval doen op CD&V frontaal. Ik zal nooit CD&V'er worden, hè, maar ik bedoel maar... CD&V heeft ook nog plaatsen waar wel goed bestuurd wordt. Bijvoorbeeld Mark Wijnans, burgemeester van Linter, gaat nu opkomen als lijst van de burgemeester. Zegt mij ook vlak af, ja, ik heb niks aan mijn partij. Vandaar dat hij lijst burgemeester wordt. Dat is iemand die wel ook een volstrekte meerderheid heeft en die wel goed bestuurt. Ik bedoel, er zijn er wel die... En er zijn ook veel burgemeesters die nog wel zeggen van de combinatie wetstraat-dorpsraad werkt goed voor mij en ik vind het goed dat ik de beide doe. Ja, als je het gebruikt. Maar dan wil ik dat wel eens zien. Het is dat wat ik bedoel. Ik heb ooit in het Vlaams parlement gezeten en ik heb daar de stijl geleerd. Ik weet hoe je subsidiedossiers indient. Ik weet waar je als eerste de subsidies kunt ontdekken. Vooral de beslissingen van de Vlaamse regering en die gaan kort opvolgen. En dan weet je wat er aankomt en als je dan voldoet aan de modaliteiten en je dient tijdig in, dan heb je ze. Maar bijvoorbeeld te geven, gelab ik voor deze legislatuur een beleid van 16 miljoen euro dat ik subsidieer met 11 miljoen subsidies. Tiene, waar we het juist over hadden, met een burgemeester-parlementslid, doet 31 miljoen investeringen met 1 miljoen subsidies. Ja, dan vraag ik me echt af, wat loop je dan in dat parlement te doen? Hè? Allee, iemand dat vandaag nog actief parlementslid is, haalt 1 miljoen subsidies naar haar stad. Allee, iemand die al van 2014 in het parlement weg is, ikzelf, ja, haal nog 11 miljoen binnen. En hoe komt dat? En nu komen we aan een belangrijk gegeven. Er zijn 3 soorten subsidies en dat weten mensen niet. Dat is de reden voor waar ik onlangs met Antwerpen ruzie heb gehad. Je hebt subsidies via het gemeentefonds. Hoe krijg ik te veel, krijg ik te weinig? Dat laat ik nog in het midden. Vraag ik bij? Nee, daar gaat het niet om. Want dan gaan ze mij in de hoek duwen van, ah, je wilt geld bij. Nee. Dat gemeentefonds is ooit volgens parameters gemaakt. Zijn die eerlijk? Dat weet ik niet. Dat weet ik wel, die zijn niet eerlijk. Maar moeten die direct veranderen? Dat is mijn eerste vraag niet, want dan wordt het politiek-politicien en verandert er niets. Tweede categorie, dat zijn de subsidies voor asbest, voor fietspaden, voor rioleringen, voor waterzuivering. Enfin, dat zijn eigenlijk allemaal subsidies waar elke gemeente voor in aanmerking komt, waar de parameters voor elke gemeente hetzelfde zijn en waar je je dossier kunt op indienen. Hoe komt dat ik in Glabbeek heel wat meer subsidies heb kunnen uit die categorie binnenhalen dan andere gemeenten? Dat is, op het einde van het jaar zijn er ook nog de restsubsidies. Dus op het einde van het jaar hebben al die departementen, of al die instanties zoals de VMM of de provincie of noem maar op, die subsidies verdelen, die hebben nog een pot met restsubsidies. Wie dan nog een dossier indient dat klaar is, kan nog beroep doen op die restsubsidies waar zij aanvankelijk als gemeente geen beroep kon op doen. Zo heb ik regelmatig al extra subsidies naar Glabbeek kunnen halen door echt daarop in te zetten. Ik stel vast dat veel dat niet doen. Ik heb onlangs voor de pastorij in Punsbeek, die ik renoveerde, een dossier ingediend van 50.000 euro, sorry, bij het Koning Boudewijn Stichting. Dat waren 3 gemeentes, 2 Waalse en 1 Vlaamse die meededen. En wij waren de enige Vlaamse, ik had 50.000 euro subsidies. Ik zou dat van de rest misschien nog niet dat bestond. Dus allee, dat moet je opvolgen. Daar ben ik heel gedreven in geweest. Omdat ik weet, ja, als je klein bent, moet je dapper zijn. Hè? En dan moet je zeer inventief zijn.
En dan hebben we de derde categorie subsidies, en het is die dat ik viseer. En die hebben altijd bestaan. Maar onder de CD&V-staat of de CVP-staat werden die wel eerlijk verdeeld. Leuven kreeg een beetje, Kortrijk kreeg een beetje, Antwerpen kreeg een beetje. Men verdeelde dat. Dat viel eigenlijk niet zo op. Mm-hmm. Wat is dat? Dat zijn eigenlijk subsidies die op kabinetten geschreven worden op maat van... Hè? Politieke subsidies. Natuurlijk, dat is een puur politieke subsidies. En die politieke subsidies, vandaag... Antwerpen heeft zo 98 subsidiestromen vandaag. 98, hè. En ja, het is Matthias Diependeel, zijn subsidieregister, waar ik het haal. Hè. Het is niet dat ik het uitvind. Ja, daar krijgt men dus bepaalde subsidies, ja, voor van alles en nog wat. Ja, en dat is niet meer eerlijk. En het is dat wat ik toen in debat met Koen Kennis ook zei. Van, hij zegt, ja, maar ja, we zijn een wereldstad. Ja, dat is waar, ik ben een boerendorp. En ik herkende dat een wereldstad is en ik herkende dat een haven is. En natuurlijk moeten die meer geld hebben en die hebben een centrumfunctie. Alleen is de vraag... En dat is het verschil in een N-VA-structuur. Daar is bijna alles voor de grote leider. Alles moet naar het Antwerpen van Bart De Wever, waar vroeger de Gaston Geens en dergelijke het deden voor Vlaanderen. Want dat is eigenlijk... Dat vind ik eigenlijk dan wel zeer, zeer laconiek. En een N-VA hoort dat niet graag, als ik dat vertel. Hè. Maar Gaston Geens, eigenlijk de eerste Vlaamse minister-president, die zorgde dat zijn CVP-bastions overal in Vlaanderen vooruit gingen en geld kregen. Ik las onlangs nog op Facebook een artikel van een nieuw zwembad in Tiene, dat met Vlaams geld, hè, nog met de SCH in de pamfletten, gegeven werd door de CVP-minister Gaston Geens voor onze streek. Ja, maar oké, toen had iedereen in Vlaanderen wel genot. Vandaag gaat alles naar Antwerpen. Allee, sorry, dat zijn transfers. Hè. Dat zijn eigenlijk, betalen wij vanuit Vlaams-Brabant, vanuit West-Vlaanderen, betalen wij mee die subsidies die enkel voor de stad Antwerpen zijn. Antwerpen mag van mij meer krijgen dan de rest, omdat ze een grote stad zijn. Maar niet alles, hè. Allee, en dat is natuurlijk, als je zoiets aankaart, ja, dat hoort men niet graag, hè. Dat wordt men, maar men kan het ook niet weer leggen, hè. Allee, en dat is effectief het N-VA-beleid? Natuurlijk is dat het N-VA-beleid, ja, natuurlijk. Allee, maar het mooiste voorbeeld is toch dat culinair centrum. Alles was uitgetekend voor in Brugge. En in het kabinet van De Meer heeft dan in één keer iemand van Antwerpen gezegd, moet in Antwerpen, het is in Antwerpen. Maar ik ben daarvan overtuigd. Allee, dus ook, allee, begrijp dat, hè. In de wandelgangen zei een van die prominente N-VA'ers tegen mij, dat ga ik nu niet zeggen wie, die zei tegen mij, maar moest jij Bart zijn, jij zou het ook doen? Ja, misschien wel. Maar ik zou het niet zo doen opvallen. Allee, ja, ik bedoel, ik zou het niet zo erop vallen. Dan krijg je niet de burgemeester van Gladbeek die tussen kerst en nieuwjaar een opiniestuk schrijft dat zegt van ja, nu begint het toch wel een beetje te grof te worden. Ja, dat is het ding. Het valt veel te fel op. En oké, okay, voor Antwerpen is dat goed, hè. Maar ja, maar moet je dat aanvaarden als burgemeester van een klein gemeente waar men dan komt tegen zeggen van je moet fusioneren, want je bent te klein. Ja, maar je zegt alle geld naar de grote. Allee, ja, ik bedoel... Zorgt voor een evenwichtige verdeling. Want dat is nog zoiets. Hè. Professor Matthijs heeft dat berekend. Hè. Een fusie van gemeenten in Vlaanderen gaat onbetaalbaar ook worden. Hè. Budgetair is dat onhaalbaar. Hè. Want als je die dan grotere gemeentes gaat maken, ga je die meer moeten geven. Hè. Dus we gaan dat financieel ook niet kunnen... want dat is nog zoiets, daar praat men allemaal niet over. Hè. Maar dat zijn zo allemaal de zorgen voor later, hè, de putten. Ieder operatie die men in dit land al gedaan heeft, de brandweerhervorming, de politiehervorming, hebben massa's geld gekost. Maar uiteindelijk, als je op het terrein gaat horen, is er iets verbeterd? Is het efficiënter geworden? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Wat dat op lokaal vlak ook een beetje speelt, horen we soms, is zo de inmenging van privé-instanties bij beleid. Ik denk aan bijvoorbeeld, er zijn heel veel gemeenten dat een privépartner gebruiken om bijvoorbeeld hun parkeerbeleid te gebruiken of voor trajectcontroles enzovoort. Is dat iets dat een probleem vormt, vindt u? Of? Dat hangt ervan af in welke mate die het beleid uitschrijven. Hè. Wij werken ook samen met TAAS voor trajectcontrole. Alleen, TAAS is bij mij geweest, die hebben alle gemeentes bezocht. En ik heb dat gedaan, puur budgetair. Ik heb in mijn 3 schoolomgevingen trajectcontrole. Alleen mijn 3 schoolomgevingen, ik moet dat ook nergens anders hebben. Ja, hier op de Steeweg staat dat ook, maar dat is niet van mij, dat is van Vlaanderen. Want daar was ik eigenlijk tegen aanvankelijk. Maar aan die schoolomgevingen is dat de enige manier, en dat gaat over 300 meter. Hè? Ik bedoel, als je bij het begin en het einde van de schooluren, als het zo'n 30 bord brandt, u niet even kunt inhouden, ja, sorry, dan moet dat een auto blijven. Ik bedoel, wie daar nu... En ik ga zelfs vertellen, het tweede luik daarvan, dus TAAS komt bij mij en stellen voor, ja, maar we kunnen ook nog die straat en die straat en die straat. Die doen studies daarover, die zeggen nu inderdaad, als je meegaat naar 10 trajectcontroles, dat brengt je zoveel op. Ja, en dan heb je zo van die onnozelaars, inderdaad, je hebt er daar ook zitten en daarmee zijn die de slechtste gemeente geworden, waar ik de beste gemeente toen ben geworden, dat is Tremelo.
Tremelo was bij VTM en het laatste nieuws daar uitgeroepen tot slechtste gemeente. Ja, die hebben 17 trajectcontroles gezet. Die zijn dan vier dat dat 980.000 euro of zoiets opbrengt. Ja, moesten ze die inkomsten niet hebben, ja, dan was hun financieringsmarge negatief. Ja, als je boetes moet gebruiken voor je financiële rekening te doen gaan kloppen, ja, allez, stop er dan mee. Hè. Allez, laat het dan aan iemand anders doen, want dan zeggen onbekwaam om te besturen. Maar goed. Dus ik heb drie trajectcontroles. Ik heb gezegd waar. Daar zijn versmallingen. Ja, want dat is nog zoiets. Ik las dat in de pers dat Taas zegt van je mocht geen versmallingen doen. Ik ga hier kijken naar mijn school in Gelabbeek. Is een versmalling. Aan de school in Capelle gaan we nu de straat vernieuwen. Daar staat rijcontrole. Daar komen verkeersremmers. Het is niet de bedoeling dat het jackpotbeleid te doen. Het is effectief ook te doen zaken. Maar die cijfers vallen ook zeer hard tegen bij Taas. Want ik ben benieuwd hoe dat ook hoe lang dat allemaal blijft bestaan. Hè. Bijvoorbeeld in Tremelo zal dat wel opbrengen. Als je dat op iedere straat doet. En die zetten ook geen borden. Bij mij staan er ook jukkels van borden. Hè. Opgelet, permanente trajectcontrole. Mensen, want dat is ook mijn kritiek geweest op Vlaanderen. Dat men op de gewestwegen die borden heeft weggedaan. Hè. Ja. Allee, op de straten staan die nog. Ik vind, allee, je moet dat doen als preventie. Mensen aanzetten tot trager te rijden. Het gaat me niet over beboeten. Ik zou liefst aan mijn scholen geen één boete moeten ontvangen. Ik heb dat trouwens ook nog altijd in mijn begroting niet ingeschreven. Hè? Want ik bezie dat ook niet als inkomsten. De middelen die ik daaruit ga genereren, gaan sowieso integraal gaan naar verkeersveiligheid. Of mogen zelfs van mij naar de politie gaan. Maar vandaag die cijfers, ja, die zijn zeer laag. Hè? Allee, ik bedoel, dat brengt amper, denk ik, iets op. Hè? Ook voor, allee, maar het moet voor mij niet opbrengen. Omdat mensen hier in een kleinere gemeente weten, ondertussen, dat ze een half jaar invoegen, oei, die drie scholen, ja, af en toe pak je nog een keer een die het niet kent hier. Ja. Die er als de gekker doorrijdt. Maar dat is een minderheid. Maar vroeger, als ik mobiele camera's zette, was daar 20-30% in overtreding. Hè? Dus daar ben ik wel in geslaagd, in mijn schoolomgeving een nultolerantie te krijgen door dat te plaatsen, zonder dat het eigenlijk opbrengt. Mm-hmm. Natuurlijk, ik moet Taas, bijvoorbeeld, ik heb geen vierde school, maar pak dat ik Taas nu zou bellen voor een vierde schoolomgeving trajectcontrole te zetten, ik denk dat die nee zeggen. Hè? Ja. Ja, want er zijn effectief gemeenten die hun bloembakken hebben weggehaald. Ja, ja. Omdat er te weinig geflitst wordt. Ja, maar men zegt dan, dat is op vraag van Taas. Ik geloof dat niet. Nee. Ik heb die gesprekken met Taas ook gedaan. Ik heb tegen Taas gezegd, voor mij, ik wil preventief de snelheid doen zakken. Daar staan snelheidsremmers. En echt, diegenen die hardleers zijn, die wil ik beboeten. Mm-hmm. Daarmee heb ik hier ook het draagvlak voor. Ik heb het draagvlak voor die drie trajectcontroles. Maar in Tremelo, daar heeft men daar ook geen draagvlak. Men heeft daar echt... En dan kondigt het ook nog niet aan met borden. Ja, dat is gewoon willen pakken. Hè. Maar dan bekijk je het ook financieel. En in de schepen in waar was het? In Bonaire. Heeft het letterlijk daar verteld gehad. Hè? Voilà. Ja, moesten wij die inkomsten niet hebben, dan waren wij financieel niet gezond. Ja, maar alsjeblieft, stemt die bende weg. Hè. Allee, dat die inwoners echt die onbekwaam bende wegstemmen. Hè. Want dat is... Allee, ik bedoel, die zijn gewoon het geld erom. Want, allee, dat is ook zoiets dat mij stoort in dit land, hè. En van al die jaren dat ik al aan politiek doe, hè. Als je een zaak hier wil beginnen, eender wat, een bollenwinkel of een bloemenwinkel of noem maar allemaal op, dan moet je bij wijze van spreken een cursus gaan volgen. Om morgen een stads- of een gemeentekas met miljoenen euro's in handen te krijgen, het enige wat je moet kunnen, dat is bij wijze van spreken aan de toog 15 man op een lijst te zetten of 20 man op een lijst te zetten, mee te doen aan de verkiezingen. Je schrijft daar een beetje kul op een bierkakje, je verdeelt dat, je hangt piep populair uit en je hebt morgen 5 verkozen en je zit mee in de meerderheid. En je hebt mee de kas in handen. Je moet daar niks voor bewijzen. Ik heb daar een probleem mee. Waarom heb je daar een probleem mee? En dat is een van mijn successen van mijn volstrekte meerderheid. Ik ben nu het derde dorpsplan aan het schrijven. Wij zijn al 2 keren naar de kiezer getrokken in Gelabbeek met een financieel berekend verkiezingsvoorstel. Dus eigenlijk in ons financieel berekend verkiezingsprogramma staat letterlijk in openbare werken, wat we willen doen, welke straten, wat het kost op basis van ramingen en hoe we het gaan financieren. Hetzelfde met de schoolgebouw, hetzelfde, enfin, alles, heel het beleid dat we willen doen, na de verkiezingen, binnen de maand, is dat ook ons beleidsplan. Ja, dat is voor een volstrekte meerderheid, dat wordt dan het integraal beleidsplan. En we zijn vertrokken. Bijvoorbeeld in Tiene, wat heeft men daar gedaan, om u even maar eens het contrast aan te tonen. Na de verkiezingen is men daar met 4 partijen, want ja, anders lukte het niet om de sjerp te houden. Men moet dan met 4 in bad gaan, om het te kunnen houden allemaal. En dan stelt men een bureau aan. En dat bureau moest een enquête organiseren onder de bevolking. Ik weet niet hoeveel het kostte, 200.000 euro of zoiets. Voor bij de bevolking wat de prioriteiten waren van de inwoners. Om een beleidsplan te kunnen maken.
Ja, allee, maar met alle respect, hè, ik dacht dat daar de verkiezingen over gingen. Ja, dat is verkiezingen. Ja, nee, ja, bijvoorbeeld in die stad gaat men dan een bureau aanstellen en dat bureau gaat dan onderzoeken. Doet amper iemand met mij, dus dat is ook allemaal weggesmeten geld. Mm-hmm. En dan gaat men een beleidsplan maken. Een jaar en een half na de verkiezingen is dat beleidsplan klaar. Ja, je zet dat bekant, je derde kwijt, hè. Je derde kwijt van je legislatuur. Ja, tegen dan, was ik bij wijze van spreken, lag het tak op mijn eerste gebouwen er al op, hè. Ja, dat is verschil in bestuur. Allee, zulke mensen zouden eigenlijk de sleutels van een gemeentekast niet in handen mogen geven. En daarmee pleit ik daarvoor, maar geen één partij volgt me daarin tot nu toe. Ik heb die in mijn twee boeken geschreven. Dat is dat men niet alleen zou moeten partijen die willen meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen en ook federaal verkiezingen moeten verplichten een lijst in te dienen, maar ook zou moeten verplichten een basisprogramma te schrijven, wat hun beleid is, wat het kost en hoe men het gaat betalen. Want het is gemakkelijk van alles te roepen. Hè? Mm-hmm. En slogans te verkopen. Want de meeste programma's, allee, bij gemeenteraadsverkiezingen, dat is 1 en half 4. Ja, en zulke mensen krijgen dan een kas van miljoenen in handen. Ja, moet je niet verschieten dat op sommige plekken allee, helemaal mis af. Ja, natuurlijk. Ja. Allee, je geeft sommige mensen geld in handen dat ze zelf heel hun leven nog nooit gezien hebben. Maar dat is voor mij ook. Hè? Allee, ik ben ook niet gewoon geweest met begrotingen van 30 miljoen. Je bent met serieuze bedragen bezig. Hè? Alleen huldig ik een heel makkelijk principe. Ik zal nooit een euro uitgeven. Net zoals ik geen euro in mijn bedrijf of privé uitgeef. Zonder die twee keer rond te draaien. En ik bedoel daarmee... je moet het eigenlijk vergelijken als volgt. Hè. Een gezin dat ieder jaar meer uitgeeft dan het inkomsten heeft, komt in armoede terecht. Een bedrijf dat meer uitgeeft dan het winst maakt, gaat failliet. Maar een overheid in dit land dat jaar na jaar geld blijft wegsmaten, wat er niet is, ja, dat kan je gewoon verder doen. En ik denk dat we daar echt... En nogmaals, een partij die morgen dat invoert in een Vlaamse regering, de verplichting dat financieel beheer noodzakelijk wordt bij verkiezingen en dat partijen dat ook moeten gaan aantonen, ja, dan krijg je zo... Allee, dit zijn manieren om terug vertrouwen. Ik doe het al, hè. Ik doe het vrijwillig. Hè. Ik zeg tegen mijn kiezer op voorhand, van kijk, dat ga ik doen, dat kost het wat ik ga koken en met dat ga ik het betalen. Ja, dat is duidelijk. Hè. Dat is een boekje van 30 bladzijden waar alles in staat. En daar mocht je mij ook op afrekenen. Zwart op wit. Ja, dat is ook een onderdeel van mijn volstrekte meerderheid. Hè. Allee, mensen, het is ook meetbaar wat ik gedaan heb. Ik zorg daar ook zelf voor. Hè. Natuurlijk, als ik morgen niks meer ga doen, ja, en dan zo een boekje uitgeven, ja, het is meetbaar, ja, dan snij ik mijn eigen vinger. Maar dat is niet mijn... Nogmaals, dan stop ik ermee. Kijk, hè, burgemeesterschap voor mij, ik zei daar straks laconiek, en dat heeft niet alleen te maken gezondheidsgewijs. Ik ga nu een derde keer naar verkiezingen, ik wil nog een derde termijn doen. Ik wil dan misschien nog een halve doen, maar dan is het goed geweest. Ik bedoel, pas op, hè, dat kruipt ook in je kleren. Hè. Zeker als je... Ik heb een gezinsleven ook. Ik heb een dochter die nu al zegt van... Papa, je zit weer in je bureau. Ik heb bij een echtscheiding al... ik bedoel maar... Politiek doen, zoals ik het vandaag doe, met passie. En daarnaast nog je eigen bedrijf hebben. En daar ook een gezin op nahouden. Gepleegd roofbouw. Anders krijg je geen hartinfarct op 48 jaar. Je offert zaken op. En dan moet je ook voor je eigen zeggen van... Kijk, ik doe dat een periode. Dat is een stuk van mijn leven geweest. En dan geef ik dat over aan een opvolger die je mee stimuleert het even goed te doen. Maar dat is ook zoiets, hè, in die traditionele partijen. Ja, die mensen hebben nooit een job gehad. Hè. Die blijven liefst tot aan hun pensioen. In het weekend heb ik nog gelachen. De vereniging van Vlaamse parlementsleden... de vereniging van de gewezen Vlaamse parlementsleden willen naar de rechtbank trekken omdat er iets veranderd is met de pensioenen van de Vlaamse parlementsleden. Ik heb op een gegeven moment goesting gehad erop te antwoorden. Van, ik zeg, snap je dat nog altijd niet? Maar ik heb zoiets gehad van laat ze doen. Enfin, ja, ik ga me dat niet... Maar ik bedoel, dan heb je het echt niet begrepen. Hè. Dan heb je het echt niet begrepen, zelfs als gewezen Vlaams parlementslid. Allee, die vereniging, blijkbaar de Brussels parlements, ex-parlementsleden, zijn al naar de rechtbank. De Senaat is ook naar de rechtbank. En nu gingen dan de Vlaams parlementsleden. En ze vroegen dan steun. Ik wou daar echt een zinnetje op doen. Zo van, is Graailand open vandaag? Maar ik had zoiets van dat zitten. Want, dan heb je weer een grote rebel die daar zit te doen. Van, kijk, parlementsleden die... Maar ja, dat is, hè. De regels zijn al veranderd, gelukkig. Pensioen dat je als parlementslid zeker vroeger kreeg, het zal wel goed zijn, zeker. Hè? Ga eens kijken wat een gemiddelde zelfstandige krijgt en een gemiddelde arbeider en bediende krijgt. Met alle respect. Hè.
Ik denk dat ambtenaren en politici toch de laatste moeten zijn die moeten klagen over pensioen. Hè. Ook al gaat daar morgen nog 10% af, hè, bij wijze van spreken. Maar ja, maar dat is zo, ik zeg het, hè. Politici zagen nooit een tak af waar ze zelf op zitten. En zijn ook zo direct verontwaardigd dat men aan hun statuut komt. Ja, maar hun statuut, nee, dat statuut, ja, hun statuut dat ze zelf gemaakt hebben. Maar ja, oké, benchmark is een parlementair. Ik doe ook niet mee met de mensen die zeggen van een parlementair verdient te veel. Nee, de parlementair die zijn werk doet, is correct betaald. Het probleem zit hem dat er veel te veel volk rondkomt in die parlementen die het niet kunnen, of die zich daar bezighouden, of niet beter weten, of, ja, of gewoon luiken zijn. En dat kun je alleen maar oplossen door van 124 in het Vlaams parlement naar 70 of zo te gaan. Ik heb de N-VA dat al zo lang horen vertellen. Daar gebeurt niks. Niks. Allee, ik bedoel... Ja, allee, en dan... En dat is voor mij een klein beetje het hilarische aan die boodschap vandaag ook van De Wever dat hij premier wil worden. Allee, De Wever begint een beetje in de situatie te komen waar vroeger Verhofstadt in zat, waar Le Terme terecht zei, wie gelooft die mensen nog? Hè? Hoeveel kansen, als je 20 jaar in de Vlaamse regering zit... Hoeveel momentums moeten we nog krijgen? Hè? En daar denk ik dat Vlaams Belang deze keer gaat de vruchten van plukken. En een stuk terecht. Allee, een stuk terecht, want allee, het is geen haar op mijn hoofd dat er nog aan denkt ooit nog N-VA te stemmen. Ze hebben die kans gehad. Ik heb er ooit op gestemd. Durf dat eerlijk zeggen. Maar ja, ze hebben het voor mij. Allee, kracht van verandering, ik heb daar niks van gezien. Kracht van verankering heb ik wel gezien. Ja. Weet u al op wie u gaat stemmen op 9 ja. juni? Ja. Ja, denk, ah nee. Ja, nee. Maar het gaat een mix worden. Ik denk, wie me een beetje kent, weet wie ik ken. Ik ben bij Kurt Moens gaan praten. Ik durf vlak af zeggen, Kurt Moens is iemand. Dat is een meerwaarde. Allee, ik bedoel, voor Vlaams-Brabant in de Kamer, een ondernemer. Ik hoop dat hem het volhoudt. Allee, ik bedoel ermee, ik hoop dat hem daar kan aarden. Ik heb dat ook gehad als ondernemer. Hè. Allee, je komt daar echt in een... Allee, het gaat daar traag. Hè. Kurt had ook verteld. Had ik zijn er veel die daar teleurgesteld van terugkomen? Hè? Burgemeester is dan veel, veel leuker. Allee, ja. Bedoel, als burgemeester kun je iets vastpakken, kun je iets doen, kun je iets bewijzen in dat parlement. Dat gaat oeverloos traag. En daar heb ik Kurt wel voor gewaarschuwd. Ik zeg, Kurt, let op. Maar ik denk, iemand als Kurt is een absolute meerwaarde voor het parlement. En dat is ook de reden dat ik ben gaan spreken toen hij zich kandidaat stelde. En ik juich het toe, iedere ondernemer die voor de politiek kiest. En dat zijn mensen die je nodig hebt. Dat zijn ook de mensen die gaan moeten hun nek uitsteken voor die verandering. Hoor. Als je die niet gaat hebben, want we gaan naar een fase komen dat me nog moeilijker... Allee, sommige partijen... Ik zie dat nu bij de lokaal lijstvorming. Hè. Ik weet vandaag in Gelabik niet. Mijn lijst is al klaar van oktober. Vorig jaar oktober is mijn dorpspartijlijst klaar, dus we hebben die al gepubliceerd en al. Iedereen weet al wie mijn kandidaten zijn. Ik weet nog altijd niet wie tegen mij gaat opkomen, onder welke naam en welke partij. Allee, ik weet het nog altijd niet. Hè. Ik denk dat ze het zelf nog niet weten, maar ik heb echt schrik dat ik de enige partij misschien ga worden zelfs. Allee, dat, ja, zou ook jammer zijn. Hè? Allee, dat is ook niet tof. Hè? Nee, dat is niet tof. Nee. Ik vind dat de kritiek ook een stem moet hebben. Je moet dat weten. Hè. In het dorp... Je kunt 2/3 van de stemmen halen, maar je gaat altijd in het dorp 1/3 hebben dat je niet moet. Al leg je die mensen hun straat in goud, dan ga ik nog een slechte zijn. Ik vind dat de kritiek op de mensen die niet voor uw beleid zijn, of ja, in mijn geval de groene stem, de extreem linkse stem, die gaan nooit op mij stemmen. Ja, ik vind dat die ook moeten een stem in de gemeenteraad blijven houden. Ja. Werkt je goed samen met de oppositie hier? Ja, als die redelijk is. Maar ik heb hier bij mijn oppositie, het is heel simpel voor mij. Als zij met een voorstel komen, wil ik het in overweging nemen. Ik heb er al goedgekeurd, als het financieel berekend is. Maar hier zomaar heb ik komen lullen en iets komen voorstellen en niet weten wat het kost en zeggen van we willen dat, daar doe ik dus niet meer mee. En ik heb ondertussen al bereikt dat een oppositiepartij met voorstellen komt en zegt van... Dat gaat het kosten. En dan is mijn tweede vraag. En maar wat gaat het betalen en wat gaat het schrappen? En als ze me daar een zinnig antwoord kunnen opgeven en dat is een meerwaarde voor Gelabbeek, dan keur ik dat goed, ja. Allee, ik vind dat het ook moet kunnen. Ik heb 18 jaar in oppositie gevoerd, alleen al vroeger. Enfin, ik weet ook wat het is, een cordon sanitair rond u te hebben. Hè. Ik heb dat in Gelabbeek 18 jaar meegemaakt. Dat was hier rond mij. Hè. Mijn mond was te groot. Hè. En ik wou te veel in beweging zetten. Men heeft hier ook heel lang gedacht, toen ik pas burgemeester was, laat hem zijn grote mond nu het maar eens doen, hè. Men heeft echt toen gedacht, gehad, die eerste 6 jaar, van dat gaat hier niet lukken. Hè. Ah, ja, zij waren gewoon niks te doen. Ja, en als je dan naar je eigen kijkt en zegt van ja, hij gaat ook niks doen. Ja. Had je tekening van bijvoorbeeld administratie of zo? Ja.
absoluut niet. Ik vind dat die administratie... Ik heb hier vrijdagavond eretekens uitgereikt. We hebben hier zo eretekens, 15 jaar dienst, 25 jaar dienst, 35 jaar dienst. Ik heb er 77 uitgereikt. Dus je weet dat er aan de gemeente 140, 150 mensen werken. Dus een helft van het personeel is tussen de 15 en de 35 jaar actief aan de gemeente. Nog altijd. We zitten met een heel trouw personeelskorps. Een heel goeie korps ook. En die hebben mij verteld... Die hadden schrik. Toen ik... schrik... Die hadden zoiets van, oei. Ja, maar ja, ik ben hier ook altijd... Ja, maar ja, ik ben 18 jaar afgeschilderd als de grote boeman. Hè. Dat was zo de big great wolf. Hè, van, is tegen alles. En je gaat hier een binnenkrijgen. Die gaat hier de boel en die gaat hier een afdanken. En die gaat hier ontslagen doen. En ik ben met die mensen allemaal gaan praten. En die mensen hebben iemand anders leren kennen. Die hebben iemand leren kennen die als burgemeester tussen zijn administratie stond. Die een medestoelen zat te zetten op 11 juli. Voor het evenement op 11 juli, omdat 11 juli een feestdag was. En dat ik zo weinig mogelijk personeel wilde oproepen. En zeggen van, hola, dat is een burgemeester die werkt. En die dan ook zagen dat ik een visie had dat die gemeente vooruit ging. En na een jaar, en dat wist ik, dat iemand was die heel zijn leven al CD&V gestemd had. Dat ook een CD&V-benoeming was, met al die jaren. En die zei tegen mij, van, hij zegt hem, wel, ik... Ik heb nog niet op u gestemd, maar de volgende keer stem ik op u. Dat was dan in 1817. In 18 waren het dan verkiezingen. En zegt om één reden. Vroeger deed u weer iets of deed u weer niks op dat gemeentehuis. Het was altijd goed. Vandaag krijgen we tenminste appreciatie. Is het niet goed, dan zullen we aan het zeggen. Maar is het goed, krijgen we tenminste een appreciatie. En nu zijn we terug gemotiveerd voor te komen werken. Dat is ook zo. Hè. Als mensen ergens zitten en ja, je krijgt nooit een compliment van het is goed of ook geen opmerking. Het is goed of het is slecht. Ja. Dan krijg je gedemotiveerde mensen. Hè. Nee, ja, dat is die administratie. Ik had er ook schrik van. Ik had ook zoiets van, oei. Maar wel, wat dat, hè, want bijvoorbeeld, stel dat Vlaams Belang Vlaams meebestuurt. Je hebt een hele administratie die mee moet en die ook mee de kar zal moeten keren enzovoort. Met in bestuur te zitten is nog niet alles opgelost. Allee. Nee, maar je gaat daar twee stromen krijgen. Je kunt niet 30% van de stemmen halen bij de bevolking... Als daar niemand op die administratie voor u stemt. Dus wat gaat je daar... Allee, kijk, de uitslag van de verkiezing is altijd een weerafspiegeling van de bevolking. Ik zeg nu niet dat 30% van de ambtenaren gaan VB stemmen, maar toch wel 20. Allee, als ze 30 halen. Ja, 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 ja. Natuurlijk, wie gaat daar zo lang mogelijk tegen blijven werken? Ja, dan gaat die 10% radicaal linksgroen zijn. Hè? Mm-hmm. Ja, sorry, vroeg of laat zal die administratie dan moeten... Maar dat kunt gaan. Dat kunt je aan wel, denk ik. Dat kunt je laten buigen... Ja, pas op, maar men gaat tegengewerkt worden, moet dat weten. Moet dat weten, het Vlaams Belang gaat tegengewerkt worden. Dat is een feit. Maar als ze dat overbruggen, pas op, hè, dan denk ik... Kijk, dat vooral van Orban. Ik bedoel, op een gegeven moment... De partij en het VB is de enige vandaag die in pole position staat om het te kunnen. De partij die morgen zorgt dat het leven van de mensen beter en goedkoper wordt... is een partij die voor jaren... En ik ben daar heilig van overtuigd. Allee, dat is... ik heb van Grieken dat ook gezegd gehad en ik heb de indruk dat hij die mening... Allee, dat ik hem dat niet moest vertellen. Ik denk dat hij zeer goed weet dat dat ook zo zit. En daar moet je het gaan doen. En zij zijn de enige die... N-VA heeft het kunnen doen bij de intercommunales. Heel die handel moet afgeschaft worden. Hè. Heel die handel moet afgeschaft worden. Hè. Alle mandaten moeten daar weg. Hè. Dat is de enige manier. En dan moet je gaan kijken, wat doe je nog intergemeentelijk samen? Maar dat is iets anders. Hè? Een intercommunale en intergemeentelijke samenwerking is vandaag niet meer hetzelfde. Hè? Mm-hmm. Intercommunales zijn machtsbastions geworden. Hè? Allee, ga maar een keer kijken, daar in Limburg daar. En... Maar ja, als je ziet, wie heb je daar nog... Je noemt heel weer. Ook een N-VA uit Oost-Vlaanderen zit in het Vlaams parlement. Giffroy. Ja, verdient... Als Frans parlementslid zijn loon, krijgt dan nog een keer een half wedde bij als ondervoorzitter van de Senaat of fractieleider in de Senaat. Enfin, nog zo'n mandaat in de Senaat, waar hem ook nog eens bij krijgt. En krijgt dan nog een keer 100.000 bij via intercommunales. Maar dat zijn mensen die verdienen wat de minister verdient. En niemand kent die figuren. Niemand kent die figuren. Allee, ik bedoel, noemt hij een naam vandaag bij 100 mensen? Daar is geen 5 man die kan zeggen wie dat is. Allee, en dat is allemaal, dat is wat de mensen kotsmuug zijn. Hè. Dit zijn geen marktconforme lonen meer. Hè. Allee, iemand die in het Vlaams parlement zit, die daar in de Senaat een bekje ook zit interessant te doen, wat niks meer voorstelt. Dan zijn partij zit te roepen mee, we gaan het afschaffen. Ja, allee, laat die lonen eens... Begin al eens met te zeggen. Hè. Allee, ook de VLD. Hè, dat, want allee, ik vind dat ook zo... Want dat vind ik een van de hypocrietste mensen die er rondlopen, hè, die dat beweren. Hè. Ons voorzitter van de Senaat, ik kan zelfs op haar naam niet komen, Stefanie... Stefanie Deuze. Ja, juist, Stefanie Deuze.
zitten roepen van, ik ben, noem me maar, madame afschaf. Hè? Maar laat uw loon al in de kas, hè? Ja, maar allee, ik bedoel, laat u uw wedden als... Want ze is betaald als Vlaams parlementslid. Maar dat ze is verteld hoeveel ze bijkrijgt als voorzitter van de Senaat, haar auto met chauffeur en welke extra legale voordelen ze nog heeft. Dat ze dat al eens achterlaat in de kas van de Senaat, dat kunnen we al direct besparen. Maar dat doet men allemaal niet, hè? Allee, dat is hetzelfde. De N-VA zegt ook de Senaat afschaffen. Ah, wel, alle extra legale voordelen die daarvan komen en extra vergoedingen, laat die daar. En dat is ook zoiets. Als morgen de PvdA dat doet, het geld in de staatskas laten, buiten was als parlement niet ontvangen. Allee, ik denk dat ze dan... Allee, ik bedoel, dan scoren ze pas echt. Maar dat doen ze ook niet, hè. Dus, allee, ja, het is pas op, het is van de PvdA ook heel gemakkelijk, en voor Vlaams Belang vandaag ook, met te zeggen, halvering van de partijfinanciering. Ja, maar wie toch dat niet gebeurt? Ja. Ja, ja. Als VB aan de macht komt... Dan zal het ook... Ja, dat is zoals mijn oppositie hier komt zeggen, van laat de gemeentebelastingen voor de helft zakken. Ja, dat kun je niet betalen. Ja, ik bedoel, dat is plezant dat te roepen. En je zult wel altijd een of andere neuzelaar hebben die dat gelooft. Maar allee, ja, dat is makkelijk, hè, als oppositie dat te roepen natuurlijk. Maar doe het eens. Hè. Allee, laat het geld eens in de kas. Hè. Kunnen intussen stellen dat N-VA een traditionele partij is geworden? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. VB loopt ook wel het risico om dat ook te worden als... VB loopt het risico dat te worden als ze morgen haar principes gaat verloochenen. En de PvdA trouwens ook. En wat bedoel ik met principes verloochenen? Vandaag zegt het VB ander en beter. Goed. Ik ga daar voor een stuk in mee. Ze zijn de enige vandaag die in pole position liggen om die positie in te nemen. Bijvoorbeeld, goed bedoelde initiatieven zoals voor u, zie ik het niet doen. Boer-burgerbelangen en wat dan nog allemaal. Ik zie dat... Allee, Vlaanderen werkt zo niet. Dus eigenlijk, het VB is een enige die het kan. Zij gaan moeten, wat ik daarnet vertel, maken ze de factuur van de Vlaming goedkoper en het leven van de Vlaming beter, dan gaan zij voor jaren beleid kunnen voeren in Vlaanderen. Daar ben ik, minimaal voor twee legislaturen zijn zij vertrokken. Als hun mandatarissen zich dan gaan gedragen, zoals de mandatarissen vandaag van alle andere partijen, ja, dan is het liedje ook uit na twee legislaturen. Hè? Even dadelijk. Maar daar moet je dan op een gegeven moment... Ik heb dat in mijn dorpspartij ook moeten doen. Hè. In mijn dorpspartij, iedereen wist van die intercommunales dat dat geen graaiposten waren. Moest ik daar toen volk hebben gezet? Ja, die geven dat vandaag ook niet graag af. Hè. Ja, allee, het is hoe je daar van in het begin mee omgaat. Je moet... Allee, binnen mijn dorpspartij is dat ook een... we zijn kameraden ondereen. Hè. Allee, ik bedoel, als daar een probleem is, dat wordt uitgepraat. Ik heb dan niet stammenoorlogen, zoals in de meeste partijen. Maar ja, dat is... Ja, 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 maar het VB gaat... Het is altijd een grote uitdaging. Dat is een risico, hè. Ja, dat is een risico. Dat is ook zo. De vraag gaat zijn, en daar gaat pas Tom van Grieken echt kunnen bewijzen, in welke mate hij de natuurlijke leider is. Hè. Vandaag is hij de natuurlijke leider. En als hij nu een gigantische uitslag kan neerzetten, blijft hij die natuurlijke leider... Maar uw momentum als natuurlijk leider om de beleidslijnen uit te zetten, dat is tijdelijk. Hè? Ik bedoel daarmee, dat is niet eind. Je moet niet hervormingen doorvoeren binnen 7 jaar, hè? Want dat lukt niet meer. Hè? Je gaat het moeten doen binnen deze 2 jaar. Hè? Voor u, want dan heb je die partij nog meer, hè? Want niemand durft in opstand komen. Hè? Maar als je daar te lang mee wacht, ja, dan heb je er ondertussen al zitten die de postjes hebben bemand en die zeggen van, ah, van met een paddenstoel. Ja, nee, maar... Ja, maar dat is... pas op, voor een stuk is dat des mensen. Hè. Maar je moet ook het besef hebben, en dat heeft de politiek vandaag niet, en dat maakt me ook zo kwaad in die politiek, dat men zelfs nog niet beseft hoe kwaad een burger is. Een burger is kwaad. Ik heb nog nooit zo'n kwaadheid gevoeld als vandaag. En niet op een beleid... gemeenteraadsverkiezingen heb ik geen schrik, hè. Maar die federale verkiezingen, ik denk dat we naar scores gaan gaan. We gaan hallucinante uitslagen krijgen. Daar gaan volgens mij partijen verdwijnen. Maar echt verdwijnen, hè. Want allee, VLD, allee, met alle respect, maar ik bedoel, wie stemt nog op iemand als Van Quickenborne, hè? Wie daar nog op stemt, is toch echt knettergek, hè. Allee, het feit al dat, hoe hopeloos die man ook is, hè, met dat kartel. Hij moet een kartel aangaan met zijn aartsvijanden, waarvan de pa dan van zijn nummer 2 van de andere partij roept van, hè, die man, hè, is het niet waard om lijsttrekker te zijn? Het lijsttrekkerschap is nog niet verdeeld. Maar pas op, hè. Als hij bij de nationale verkiezing op zijn bek gaat, is hij nog geen lijsttrekker in Kortrijk. Hè? Dan gaat zijn eigen kartel hem aan de kant duwen. Hè? Nu, anderzijds, het is wel een ritselaar die overleeft. Maar het zijn die mensen die de politiek kapot maken. Hè. Mensen spuwen daarop. Hè. En als je dan zo'n ontuinhouding aanneemt, zoals met die Pippigate en wat is het allemaal... Je creëert dat zelf. Hè. Je creëert dat allemaal, dat is...
Ja, maar heeft het jaren gekund. En dat is wat die mensen niet snappen. Hè. Die hebben zoiets van, ja, maar jaren hebben we dat gedaan. Ja, ja, jaren hebben we dat gedaan. Maar mensen zijn het nu wel moe. Lopen nog zo van die mensen rond. Maar die begrijpen dat gewoon echt niet. Die staan zo ver van de gewone. Maar allee, die leven echt in hun eigen, ja, in hun eigen wereld. Ik ken nog zo enkele mensen van, als je daarmee praat, dat je zoiets hebt van dat die zeggen van, ja, dat is een momentopname, die kwaadheid gaat voorbij. En, allee, ja. Het is overal in Europa. Ja, wat zou het verdomme komen? Allee, ja, ik bedoel, allee, ja, het is natuurlijk overal in Europa, het is niet alleen in België. Maar ja, ja, dat is, zolang zij erbij zijn, dat is, al halen die maar 5% meer, kunnen die in de regering is goed. Maar ja, dat je premier wilt zijn van de zevende partij van het land. Allee, ik had al lang mijn ontslag gegeven. Ongeloofwaardig, zeg je nog. Allee, ik bedoel, dat zie je toch in geen één land waar iemand van een partij die nog amper 7% in de peilingen al de premier levert. En dat de rest dat toelaat. Ja, natuurlijk laat de rest dat toe. Ze kunnen hun goesting doen. Allee, of proberen hun goesting te doen. Maar dat is, ja, ik denk het wordt boeiende tijden. Ik hoop één ding. En dat is dat een uitslag die nu komt een tabula rasa gaat geven in het partijlandschap in Vlaanderen. En dat daar volgens mij uit de as uit het stof van de as, bij wijze van spreken, dat men gaat krijgen uit partijen die gaan verdwijnen, dat daar nieuwe partijen of nieuwe fronten uit geboren gaan worden. En dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat morgen... In een groot centrum. Ja, ik ben ook benieuwd, als er alleen nog een regering mogelijk is, VB, N-VA, vermoed ik ook wel dat een N-VA gaat splitsen. Ik denk dat er echt wel een stuk binnen die N-VA hardnekkig anti-VB... Allee, de wonden zitten daar in die Vlaams-nationalistische... Allee, het zit vooral in die Vlaams-nationalistische flank. Hè, de linkerflank, de Jan Peumansen en meer die categorie. Ik denk dat die nooit kunnen regeren met VB. Nooit. En ik denk dat die, en dat is dan bijvoorbeeld iets dat bij de restanten van CD&V en met Groen, bij wijze van spreken, een nieuwe partij kan vormen. Zeg maar iets, hè. Maar zoiets denk ik wel dat gaat gebeuren. Waar bijvoorbeeld, en ik vind zijn idee niet gek, hè, maar het is veel te vroeg. En dan pakt het volledig mis aan in Brugge, Hendrik Bogaert. Het idee en het concept van dat je naar flink rechts, of wat is daar? Allee, redelijk rechts. Ja, redelijk rechts, ja. Maar ja, allee, het tijdstip is totaal verkeerd gekozen. Het momentum is er niet. Allee, ik bedoel, en voor de volgende verkiezingen, ja, niemand weet het nog. Maar ik bedoel, dat idee volg ik wel een stuk. Maar ik weet het niet. Het gaat er zijn verschillende dingen. Hè. Eén, wie gaat in de regering zitten? Überhaupt, gaat er nog een regering mogelijk zijn er zonder PvdA en VB? Dat gaat de eerste vraag zijn. Indien men met VB in de regering gaat, gaat het VB het waarmaken? En daar kan ik maar één ding... Allee, over het les vroeg, of jij vroeg het mij, ik weet het maar juist, van gaat VB het waarmaken? Dat weet ik niet. Hè. Allee, ik weet één ding, de rest kan het niet. Dat de rest het ook niet kan, dat weten we al. Nu moeten we zien of het VB en PvdA het kunnen. Hè. En als die het niet kunnen, ja, dan is dan de kiezer voor terug. Maar dan ga je een volledig herschud politiek landschap krijgen. En dat vind ik toch wel dat een stuk belangrijk. En ik hoop dat de idioterie rond de fusies van de gemeentes, dat men beseft dat dat maar best voor jaren de prullenbak in gaat. En pas op, ik ben voor vrijwillige fusies. Hè. Als jij morgen twee gemeentebesturen hebt die elkaar vinden en het beter samen kunnen doen dan alleen, dat mag van mij. Hè. Ik zeg alleen, ik zie vandaag geen één buurgemeente waar ik morgen mee samen ga, waardoor ik het leven van mijn inwoners goedkoper en beter maak. Als men mij dat kan bezorgen, direct, van mij mag er een fusie komen. Maar dan moet het wel beter zijn voor de mensen. Allee, met... Ja, want je krijgt wel voorstellen van fusies en zo. Ja, ik heb zelfs een gat van Theo Frank. Oh, ja. Lijstvorming wordt er zelfs een gekoppeld bij de N-VA. Men beseft niet op zo'n moment, en dan zie je die ogen trekken, en dan hebben die zoiets van, die wil daar niet over praten, of die aanvaardt dat niet. Allee, dan zie je hoe wereldvreemd die politiek is geworden in Brussel. Dat is alles in hand. Je weet dat van, ja, dat is gaan leuren met je eigen gemeente. Maar ja, die begrijpen dat. Hoe je zegt daar nee tegen. Ja, ik zeg daar nee tegen. Ja. Maar dat is ook, ik ben helemaal, en dat is, ik ben onafhankelijk. Hè. En dat is die onafhankelijkheid, dat is ook mijn grootste wapen. Hè. Ik zou nooit afhankelijk willen zijn nog van een partij en moeten knikken. Allee, ik bedoel, het is dan kiezen, hè. Het is dan uw job. Ja, of knikken, hè. Nou, ik zou het niet meer kunnen. En dat is het spijtige. Het ergste voor mij dat lijst de dekken is doorgegaan, is dat ik wist dat ik in die partij, zowel nationaal als lokaal, mijn eigenheid en mijn onafhankelijkheid kon houden. Mm-hmm. En daar is Jean-Marie dezelfde vrijbuiter als ik in. En dat is ook de reden dat wij klikken. En ook altijd geklikt hebben.
Ja, alleen het spijtige aan Jean-Marie is dat de man al in de 70 is. Hè. Moest hij 10, 15 jaar jonger geweest zijn, dan hadden we nu een heel ander verhaal. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben er ook van overtuigd dat wij iets hadden kunnen uitbouwen, hoor. Maar ik ben er tegelijk van overtuigd dat als ik nu terugkijk, pak dat Lijsse Dekker er toch was gekomen. Volgens mij hadden we niet overal de kiesdrempel gehaald. En waarom niet? Het VB is vandaag te sterk. Ik bedoel, ik heb altijd zoiets gehad toen we daarmee bezig waren met een opstart. Ik heb dikwijls met Dimitri daarover gehad dat wij een soort tussenstation moesten zijn tussen N-VA en het VB. En ook nadien de lijm konden zijn tussen het VB en de N-VA. Dat tussenstation is er niet meer nodig. En ik bedoel, de kwaadheid is zo groot bij de mensen dat ze geen tussenstationen meer pakken en zeggen van kijk, VB, bats. En wat ik snap, hè, ik snap dat ook. Hè. Men heeft jaren die partij in de hoek gezet. Men heeft jaren die partij gedemoniseerd. Men heeft jaren die partij gezegd dat ze racistisch waren, dat je daar geen land mee kunt bezaaien. Waar ziet de modale Vlaming dan? De Conor Rousseau die puur racistische klap verkoopt. Want men doet er allemaal zomaar over. Ja, maar wat zat en het is ene keer. Ja, het speelt geen rol. Hè. Allee, ik bedoel, mensen weten. Allee, hoe durf je, zoals een Melissa de Prater, zeggen wij zijn de dam tegen extreem rechts. Maar allee, maar Maske, kijk toen je eigen partij. Nu in een Tom Eems. Qua ranzige klap. Allee, is bij vooruit veel. Ik heb nog nooit een VB'er, enfin, de huidige generatie VB'ers, oude VB'ers heb ik dat wel ooit horen zeggen, maar die zijn gelukkig weg. En met die mensen, daar zou ik ook nooit. Allee, ze zijn gaan spreken zoals ik ga bij Kurt Monsen ga doen. Maar allee, je moet je soms plaatsen naar een modale Vlaming die in zijn huiskamer zit, die niet met politiek bezig is, die een hele tijd hoort van ja, met VB, daar kun je niks mee doen, dat zijn extremisten en die helpen het land naar de kloten en we moeten tegen extreem rechts opkomen. En in één keer zien ze daar Conor Rousseau, die daar met een matrak op de Roma, ja, wat zat. Eenmaal een domme fout. Arie, een maand later Tom Meeuws, onze Marokkaan, ons bruin. Ja, dat wordt dan een toog verteld, hè, die een taal. Ik ben er allemaal mee akkoord. Maar zit daar niet met vingerken in Brussel te doen alsof die taal niet mag gebruikt worden? Want dat is geen racisme. Hè? Allee, even voor alle duidelijkheid. Racisme is het helemaal anders dan van die klap verkopen. Hè? Ja, wat zegt die Vlaming dan? Ja, maar VB hoor ik dat niet vertellen. Ik hoor ik dat in de vooruit vertellen. Die snapt er niks mee van. Hè? Allee, bedoel maar, men maakt het allemaal zo ongeloofwaardig. Ja, Conor Rousseau, ja, daar wil ik zelfs geen woorden aan vuil maken. Dat is een marketingproduct, meer heb ik daar niet over te vertellen. En die heeft even het geluk gehad met zijn marketinggewijs vooral zijn partij omhoog te krijgen. Maar als je ziet wat daarvan overblijft, ja, dat is een meisje uit West-Vlaanderen die daar nu een bekken mag het schoon gezicht spelen. En voor de rest zijn het allemaal douwe rotten, hè. Frank van den Broeke, Gené, ik bedoel, alles. Allee, noem me daar de vernieuwing. Ik zie daar geen vernieuwing. Zeg maar goed. Enfin, dat is eigenlijk terug het establishment dat de partij in handen neemt en nu 3% bij heeft gekregen dankzij Rousseau. En hopelijk houden ze die 3% van. Ja. Voor John Crombé had ik wel respect. John Crombé was inhoudelijk zeer sterk. John heeft trouwens het voorwoord van mijn boek geschreven ooit en is uitgekafferd door zijn establishment dat hij van een rechtse het voorwoord durfde schrijven. Louis Tobak heeft de man opgebeld toen voor hem uit de kaffer wat alles wat schoon was. Omdat hij durfde, maar daar ging het bij mij niet over. Het ging er over, ik ken John van in het parlement. John is inhoudelijk sterk, ideologisch zijn we totaal verschillend, maar je kunt met die man praten. En die beschouwt mij ook niet als een rechtse zak, zoals Tobak beschouwt. Want volgens Tobak, de avond van de eerste verkiezingen, mijn eerste coalitie was met een SPA in Gelabbeke, dat was een net van Bruno Tobak. Hè. Dat was een cordon sanitair tegen LDD, hè. Zelfs tegen LDD was het toen een cordon sanitair. Hè? Ja, van Bruno Tobak. Ja, Bruno Tobak. Hè? Dus die twee mensen zaten bij mij in de living voor te tekenen. En Karel de Vlies van de CD&V en Bruno Tobak zaten samen. En daar was een niet tegen een coalitie tussen de Dorpspartij en SPA. Uiteindelijk heb ik dat opgelost. Ik kan niet zeggen met wie. Maar ik heb toen een telefoon gedaan naar iemand dat ik zeer goed ken van in het parlement toen. Was toen wel het voordeel van in het parlement te zitten. Hè? Ik heb toen een telefoon gedaan naar iemand en gezegd van kijk, allez, het is heel simpel. Ik ga heel vriendelijk zijn. Ofwel worden die twee mensen straks sociaal alternatief Gelabbeke en bestaat uw partij er niet meer. Ofwel gaan ze nu stoppen met die aanhalen. Hè. Waar ben ik? Ja, want ik was een racist. Ik heb nooit een racistische uitspraak gedaan. Hè. Ik was, men heeft dat, voor toen zelfs van een Bruno Tobak, LDD, Vlaams Belang, dat is één en hoop. Hè. Dat is echt. Hè. Je moet niet vragen hoe extremistisch je dan zet. Hè. Want extremisme zit niet aan de kant aan de rechterzijde, maar bij de linkerzijde. Hè. En die heeft toen Tobak dan opgebeld en gezegd van kijk, en dan heb ik telefoon gehad. Ja, het is in orde. Nu,
kwam die dan tegen op nieuwjaarsrecepties hier van de Espejaan Gladbeek. Als die mijn hand moest geven, dat was al zeer moeilijk. Hè. Maar zoals bijvoorbeeld John Crombé, die heeft zwaar tegen zijn kloten gehad. Dat het voorwoord van mijn boek heeft geschreven van de oude tobak. Hè. Ja. De oude tobak, die ik heb daarmee in de brandweer had gezeten, dat was puur denigreren. Hè. Ja, dat was in die zijn ogen, was ik naar rechtse zak. Hè. Dat is maar trouwens, als je mijn beleid in Gladbeek ziet, dat is een centrumbeleid. Ik bedoel, ja, ik ben sociaal-economisch ben ik rechts. Ja, dat klopt. Ja, dat is een ideologie. Spelen die links-rechtsverschillen echt op gemeentevlak? Ja, stukje wel. Hè. Stukje wel, denk ik. Je kunt accenten leggen. Ja, ik denk, je gaat eerder aan de rechtse zijde, gaat je eerder financieel zuinig beheer vinden dan aan de linkerzijde. Hè. Aan de linkerzijde is er altijd geld genoeg, hè. Ja, dat is niet van hun. En dat, ja. Nee. Slecht financieel beleid ga je eerder links vinden dan rechts. Daar ben ik van overtuigd. Maar zie je daar veel verschil? Tja, nee, ik voer een sociaal beleid. Ik voer vooral een efficiënt beleid. En ik denk dat daar het verschil ook zit, een stuk.